Goedenavond, dames en heren. Welkom bij deze commissievergadering van maandag 8 mei. Mensen op de tribune, welkom. Mensen van de pers, welkom. Mensen die thuis met ons meekijken en meeluisteren, welkom. Voor deze vergadering hebben zich afgemeld mevrouw Lasje, de heer Nijburg, beide van de ChristenUnie, waarbij mevrouw Lasje vervangen wordt door de heer Rodenboog. En van gemeentebelangen heeft mevrouw Snijder zich afgemeld. En we hebben een unicum. Dit is de eerste commissievergadering van de net benoemde wethouder, de heer Uitslag. Succes. Door deze benoeming van de heer Uitslag heeft hij een raadzetel verlaten. En daarmee is er ook een zetel minder in de raadscommissie. Voor volgende week maandag 15 mei is er een speciale raadsvergadering voorafgaand aan de commissie van volgende week belegd. En daarin zal de vervanger van de heer Uitslag in de CDA-fractie benoemd worden. Daarmee heb ik de opening verricht van deze agenda. En punt 2 van de agenda is spreekrecht burgers. Er hebben zich geen burgers aangemeld. Vaststelling agenda. Met uw goedvinden wil ik de agenda behandelen zoals die voor ligt. Ik zie geen reacties. We gaan door met punt 4 van de agenda. Sfeerbeeld Centrumvisie Dalsen. Verantwoordelijk wethouder, de heer Van Leeuwen. Voorbereidend, besluitvormend. In januari is gesproken over de keuze van een ontwikkelingsrichting voor de verdere uitwerking van de centrumvisie. De raadscommissie kon zich grotendeels vinden in het voorgestelde scenario, maar er zijn toen nog verschillende inhoudelijke suggesties gedaan en er zou nog gesproken worden met ondernemers, de Klankborggroep en het waterschap. Dat alles heeft ervoor gezorgd dat besloten is om het opnieuw voor bespreking te agenderen in mei. Dus dat ligt nu ter bespreking voor. Nieuw is dat er een ontwikkeling is bijgekomen waar het gaat om extra parkeerruimte aan de Molendijk. Het college vraagt u om daarmee in te stemmen en het college te verzoeken om nadere afspraken te maken. De besluitregel is daarop afgelopen week nog iets aangepast. Ondersteunend ambtenaar, de heer Van der Ploeg, welkom. Behandeling in twee ronden, informerend. Daarna de opinierende ronde. En wie mag ik in de informerende ronde als eerste het woord geven? Kijk even rond. Meneer Kouwen, CDA. Ja, voorzitter, dank u wel. Er is bij de totstandkoming van het voorliggende sfeerbeeld veel gebruik gemaakt van participatie. En in het sfeerbeeld lezen we logischerwijs dat ook bij het vervolg de gebruikers actief betrokken zullen blijven. Twee vragen hierover. Wil de wethouder in de op te stellen uitvoeringsparagraaf verder ingaan op deze betrokkenheid? En tweede vraag, neemt het college hierbij ook de suggesties van typisch Dalsen ter harte om een goede afspiegeling van de doelgroepen te blijven betrekken? Twee vragen. Dank u wel, meneer Kouwen. Meneer Raamaker, gemeentebelangen. Ja, de vorige keer in januari hebben we gevraagd van, om in gesprek te gaan natuurlijk met de ondernemers. Ja, dat zijn de hoofdaderen in ons dorp, in onze kern. En dat is belangrijk ook voor de leefbaarheid. En er zouden gesprekken plaatsvinden. En ik ben even benieuwd van hoe die gesprekken zijn verlopen. Ik heb al iets gelezen op papier, maar ik wil het graag ook even uit de mond van de wethouder horen. Zijn die constructief en naar tevredenheid verlopen? Dat is onze vraag. Dank u wel, meneer Raamaker. Meneer Nijkamp, ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. Een aantal vragen die ons toch nog wel bezighouden. Eerst met betrekking tot voorgenomen besluit 2 over de extra parkeerruimte van bij de Lidl. Wat is de achtergrond van de twee woorden zodra beschikbaar? Er staat in besluit 2 opgenomen. Maar wat zeggen we daarmee? Is dat nu niet beschikbaar? Wat speelt daar? Misschien een bestemmingsplanwijziging of zo.
kan ook verder worden aangeduid om hoeveel extra parkeerplaatsen het uiteindelijk zou moeten gaan. Is daar iets over te zeggen? En is er sprake van exclusiviteit, zoals bij de Albert Heijn op dit moment wel het geval is? En is er iets te zeggen over een financieel plaatje, zowel qua investering als qua bijdrage van de Lidl? De vraag over typisch Delft is al gesteld door CDA, dus die sla ik over. We zijn wel benieuwd naar de inhoud en de status van de gesprekken met het waterschap. Misschien dat de wethouder daar iets over kan toelichten. Dan over de inhoudelijke richting met betrekking tot het parkeren in het centrum. Er wordt alleen gesproken over het proces, namelijk betrokkenheid van de ondernemers. Dat snappen we wel, maar waar zetten we nou op in? Is daar iets over te zeggen? Ik haal nog een paar vragen over. 1. Wat betekent het, deze visie nou concreet voor de winkels die vallen buiten de primaire as die is aangeduid? Dan denken we bijvoorbeeld aan de winkel bij de Molen, de Action, Dwars en dat soort winkels die net buiten die zone liggen. Dan nog iets over de toekomst van het Kerkplein. Er worden allerlei suggesties gedaan. Met winkelen en horeca wordt centraal gesteld. En tegelijkertijd lees je een ernstige twijfel of er ruimte is voor horeca. Wat is nou de visie van het college daarop? Gaat het nou wel die kant op of niet? Of hebben we hier echt te maken met een twijfelgeval? Ten aanzien van het thema groen, hoe verhoudt zich het idee dat de rondweg een parkway moet worden? En ik heb dat maar geïnterpreteerd dat dat een parkweg is en niet een parkeerweg. Maar hoe verhoudt zich dat tot het idee dat het gewoon op dit moment een verkeersader is? Misschien wel de belangrijkste van Dalfsen. Dus hoe zit dat nou in elkaar? Nou, tot zover onze vragen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Eijkamp. Meneer Rooijakkers, D66. Dank u wel, voorzitter. Ik had ten aanzien van de vraag naar de gesprekken met het waterschap, hetzelfde als de ChristenUnie. Ik ben erg benieuwd hoe dat wordt vorderd. Ook ten aanzien van de ideeën die er waren om te kijken naar de locatie van de brug, het strand. En ik ben ook benieuwd of dat het college ideeën heeft over de verbinding naar het Bellingerweer. Dat is een van de dilemma's, denk ik, die je hebt als je aan de ene kant die verbinding wil leggen met het groen en aan de andere kant dat als hoofdverbinding ziet die grondweg. Wat ik ook mis is, sluit hierop aan, een begin van ideeën van het college voor de invulling, of het nou het Kerkplein is of wat andere zaken, misschien dat we daar ook wat hard op kunnen filosoferen. Het tweede deel van mijn vragen heeft betrekking op het tweede punt van het voorstel, waarin gesproken wordt over parkeerruimte, Sporthal Molendijk. Daar heb ik me ernstig over verbaasd dat dat nu een onderdeel is geworden van sfeerbeeld Centrum Visie Dalfsen. Naar mijn mening had dat gewoon een apart voorstel moeten zijn en niet dit mooie rapport en de discussies die we over hebben gehad, als het ware te bevuilen met zo'n banaal voorstel om parkeerruimte te maken. Dat kan toch best apart. Dan doen we net alsof dat hiermee samenhangt. En ik begrijp wel dat de brouwerij tijdelijk zijn intrek heeft genomen in de sporthal, de oude sporthal. Daar hebben we onlangs feestelijk geopend. Ik vind het wel erg bruut om nu al meteen te spreken over het afbreken van het geheel, om daar parkeerruimte van te maken. Ik zou het liever zo zien. Ja, dat is inderdaad de vraag of dat de bedoeling is om het af te breken. Maar op het plaatje lijkt het wel alsof dat het de bedoeling is. Maar misschien dat u daar wel een antwoord op kunt geven. Of dat het inderdaad de bedoeling is om het af te breken. Maar dan zou het in ieder geval wel een beetje bruut zijn. Maar dat komt dan wel bij de opinie. Namelijk, de volgorde zou dan naar mijn idee toch anders moeten zijn. Dat je het eerst hebt over de centrumvisie en de invulling daarvan.
En pas later het gaat hebben over dit soort dingen. Zoals hier moeten we parkeerruimte maken en daar moeten we dit en zus moeten we zo in plaats van andersom. Of, en dat is een andere vraag, heeft u met de Lidl dat afgesproken dat dat mogelijk een tijdelijk karakter krijgt en dat de definitieve bestemming zal afhangen van hoe dat we als gemeente willen omgaan met die centrumvisie. Daar laat ik het even bij. Dank u wel, meneer Rooijakkers. Meneer Wilsvang, Partij van de Arbeid. Ja, met het risico dat ik wellicht in andere woorden hetzelfde vraag wat al eerder gezegd is, doen we het toch. Parkeer is inderdaad al door velen genoemd. Loopt een beetje als rode draad door de vragen heen. Ik heb eigenlijk een heel praktische vraag even. Als ik even kijk naar het tekeningetje, dat mocht volgens mij onderhand wel. Daar staat tegenover de garage hier onder de Albert Heijn, niet exclusief voor de Albert Heijn volgens mij, maar wel onder de Albert Heijn. Er staat een tweede P ingetekend. Moet ik me dat voorstellen dat iets wordt voor de bewoners of wordt dat ook weer een openbare parkeervoorziening? Ik kan daar nog niet helemaal achter komen. En ik mis nog iets over de suggestie die volgens mij ook de ChristenUnie toen wel gedaan heeft over de verplaatsing van een vecht. Dat hangt natuurlijk samen met het waterschap, maar is daar al iets meer over te zeggen of komt dat op een later moment? Dank u wel, meneer Wilsvank. Meneer Veldhuis, VVD. Dank u, voorzitter. Ik heb nog één aanvullende vraag. De vraag over de parkeren, die hadden wij ook. Waar ik wel even benieuwd naar ben, is van hoe de verdere participatie met de inwoners van het centrum gaat verlopen. Want ik zie het ook terug in een stuk van typisch Dalsen, dat daar nog een en ander nog wel aan te verbeteren valt. Ik ben benieuwd naar uw visie daarop en hoe u daar kijkt. Dank u wel, meneer Veldhuis. Hebben we alle partijen gehad? De nodige vragen, meneer Verleeuwen, mag ik u het woord geven voor de beantwoording? Dank u, voorzitter. Ja, logisch dat dat de nodige vragen zijn, maar dat is een belangrijk stuk wat toch naar de toekomst toe voor Dalfsen bepalend kan zijn. Ik begin even met de heer Kouwen van het CDA. Die vraag zich af, kwam later ook wel terug, hoe gaat het nu verder met de participatie bij die uitvoeringsparagraaf? U moet zich voorstellen dat we na de behandeling in de Raad deze maand, wordt het stuk ter inzage gelegd en kunnen mensen daar nog op reageren. En vervolgens worden die reacties die worden gebundeld, die worden bij het stuk gevoegd. En misschien geven ze aanleiding om daar nog bijstellingen te doen plaatsvinden. Dat weet ik niet, vind ik moeilijk te voorspellen. En uiteindelijk gaat uw raad het vaststellen in oktober. Daar zal ook een uitvoeringsparagraaf bij zitten. En daar moet een prioritering aan vastzitten. Waarbij we, en dat heb ik heel nadrukkelijk beloofd, ik kijk meteen even naar de ChristenUnie die dat aangezwengeld heeft, waarbij we niet star moeten vasthouden aan die prioritering. Dat nummer 1 als eerste gebeurt en nummer 10 als nummer 10. Maar dat je je kansen moet benutten als die zich voordoen. Ik geloof dat ik letterlijk gezegd heb dat we wendbaar zullen zijn als een zwaluw die inmiddels sinds een week weer in ons midden zijn. Als bioloog was ik teleurgesteld, want het is 3 weken te laat. Maar goed, dat terzijde. Die uitvoeringsparagraaf, daar wordt de nodige aandacht aan besteed. En vanzelfsprekend, als je tot uitvoering overgaat, ga je daarover ook in gesprek met degene die het betreft. Nemen we typisch Dalfsen mee? Jazeker, absoluut. Ik heb ook altijd hier gezegd, het is een inspiratiebron, een inspirerend stuk wat we gebruiken om invulling te gaan geven. Alleen het één op één vertalen, dat heb ik niet toegezegd. Gemeentebelangen zegt, hoe zijn de gesprekken met de ondernemers verlopen? Nou, die waren uitermate constructief en zeer positief, meneer Raamaker. Wij hebben een goede bijeenkomst gehad hier in de raadzaal, waar mensen volop en vrijuit hebben gesproken. Waarbij er tal van zaken revue hebben gepasseerd. En waarbij je dan toch ook ziet dat er wat tegengestelde belangen zijn. Waarbij de ene vorm van middenstand zegt, nou, wij willen graag dat er kort bij de winkel geparkeerd wordt. En de andere zegt, nou,
Wij hebben liever dat de Prinsenstraat autoluw gemaakt wordt, want dan kan ik mijn terras wat uitbreiden. En een andere die gaf aan, want we missen het lang parkeren. Nou heb ik, zolang als ik hier in Dallassen woon, en dat is inmiddels bijna 25 jaar, altijd trouw de parkeerkaart achter de vooruit gelegd als ik bij de Rooms-Katholieke Kerk bij de Action parkeer. Maar dat blijkt daar helemaal niet nodig te zijn, want dan mag je de hele dag zonder kaart staan. Er is dus al lang parkeren. Ik ben van de week nog even bij die onderneemster geweest om dat te melden. Dus nee, heel positief, daar zijn we ook heel blij mee. ChristenUnie, parkeren Lidl, de achtergrond, zodra beschikbaar. Ja, en daar kom ik ook bij een paar anderen gelijk. Op dit moment staat daar de voormalige sporthal Molendijk. Daarvan zijn de kleedkamers voor een groot deel en de doucheruimtes in gebruik bij de zorgbrouwerij, de Vechdalbrouwerij. En de hal wordt gebruikt voor een deel als opslag, overigens door diverse organisaties. Lidl is bij ons gekomen en die heeft aangegeven dat zij dit jaar willen investeren. Dat er op dit moment geld beschikbaar is om de Lidl uit te gaan breiden. Maar er is één voorwaarde van de hoofddirectie, namelijk dat ze de toezegging krijgen dat de parkeercapaciteit daar A, op korte termijn tijdelijk, meneer Rooijakkers inderdaad, en op langere termijn permanent uitgebreid kan worden. Vandaar dat wij, en dat wilden ze, nou, we hebben geprobeerd dat als college met wat met toezeggingen voor elkaar te krijgen, maar die waren niet hard genoeg. Op dat moment hebben we gezegd als college, nou dan gaan wij de raad dit voorleggen zonder de raad vast te leggen. Want u geeft niet zozeer toestemming als wel ons opdracht om het uit te werken. En op het moment dat het bestemmingsplan naar voren komt en er mochten overwegende bezwaren zijn van uw kant, kunt u altijd nog zeggen van, nou ja, tot hier en niet verder. Tijdelijk dus op dat groen strookje ernaast, dat is al eigendom van de firma Jacobs, dus dat kan, dat is zonder enig probleem. En zodra de sporthal beschikbaar komt, en het huidige contract loopt tot 1 juli 2019, zodra die beschikbaar komt, zullen wij proberen om daar met Lidl over te gaan tot verruiming van de parkeermogelijkheden. Er is Lidl veel aan gelegen. Die wil graag meewerken met het verplaatsen van de brouwerij. Daar zijn ze ook toe bereid om daar financieel in bij te dragen. Dus het is een gezamenlijke actie, zeg maar. Vandaar de formulering zodra beschikbaar. Want op dit moment zijn we nog even gebonden aan het contract dat wij gesloten hebben met de Vechtalbrouwerij. En dat is ook niet meer dan normaal. Om hoeveel extra parkeerplaatsen gaat het? Nou, dat zal in eerste instantie, denk ik, een stuk of, ik kijk even naar de heer Van der Ploeg, een stuk of 12 zijn, die orde van grootte. Wat zeg je? 25. Dat is het tijdelijke aantal of is het definitief aantal? Dat is het totale gebied. Ja. Waarvan ongeveer 10 in het onderbouwde gedeelte en 15 okay. In het gedeelte. Nou, u hoort het, in totaal 25, 10 in het onbebouwde gebied en 15 in het bebouwde gebied. En dat wordt dan heringericht. Daarover komen we nog gewoon met plannen naar de gemeenteraad overigens. Bijdrage van Lidl, ja, die is er. Die zijn er op gebrand om dit te doen, want ze willen hier graag blijven. Maar dan hebben ze wel die parkeerruimte nodig. Het waterschap, er zijn ook diverse fracties die hebben gevraagd, hoe staat het met het waterschap? Er is een week of 3 geleden is er een ronde hier geweest, vrijblijvend, op onze uitnodiging, waarin we in gesprek zijn geweest met vertegenwoordigers van provincie, van waterschap en hier van de gemeente, waarbij het plan over die oeververlegging naar voren is gebracht en waarbij we ook hebben laten zien een plan wat 2 jaar geleden is gepresenteerd door studenten van AOC De Groene Welle, waarbij er een nevenarm gegraven wordt. Dat is zeer enthousiast ontvangen van de zijde van het waterschap. Maar goed, dat is 1 bespreking geweest, maar alle partijen daar waren er enthousiast over.
Daarbij is ook gekeken al zijdelings naar een mogelijkheid om die verbinding te maken, een deel van de oever te vergroenen en dan naar Bellingen weer toe te reiken, als het ware. Wat gebeurt er met de winkels buiten de zone? Ja, in principe gebeurt daar niks mee, maar in het beleid zoals we dat hebben vastgesteld en zoals collega Agricola daar ook over gaat, hebben we gezegd, dit is het concentratiegebied. Daar willen we inzetten om die winkels te concentreren. Dus op het moment dat een winkel elders weg wil, zijn wij bereid om mee te werken aan een verandering van de bestemming. Wij twijfelen of er extra ruimte is voor de horeca. Nou, er is een horecapotentieonderzoek geweest en inderdaad, wij twijfelen aan of daar nog wel extra ruimte is. Dat kan ik u bevestigen. De rondweg, een parkway, tevens verkeersader. Ik vraag mij af of het een het ander uitsluit. Bij een parkachtige weg zie ik een weg die, waar verkeer gebruik van maakt en die tevens groen is ingericht, een groene uitstraling heeft. Maar misschien dat u een andere beleving heeft. Kom ik even bij D66. Mag ik even een wethouder? U bent bezig met de vragen van ChristenUnie. En daarbij legde u een vraag door naar meneer Van der Ploeg, maar er stond een microfoon niet aan. En die beantwoording, ook voor de mensen thuis, als ik het goed begrepen heb, ging het om 10 parkeerplaatsen op onbebouwde grond en 15 parkeerplaatsen op de plaatsen waar nu de sporthal staat of de hal staat. Ja, dat had ik ook herhaald even, omdat de microfoon niet aan staat. Het kwam niet helemaal duidelijk over, had ik begrepen. Dank u voor de aanvulling, voorzitter. D66, de gesprekken waterschap heb ik net toegelicht, verbinding Bellingenweer ook. Is er een begin van aanpak van het college? U wilt nu sneller dan, ik zou bijna zeggen, dan het licht. Er komt nog een uitvoeringsnotitie en daar ziet u wat we dan van plan zijn. We zijn daar natuurlijk wel in gedachten al mee bezig. Ik heb net aangegeven waarom we op dit moment haast hebben met die parkeerruimte. Wij willen de Lidl duidelijkheid bieden, zodat de hoofddirectie kan zeggen van wij gaan die miljoenen investering ook daadwerkelijk doen in Dallersen. En dat betekent op termijn dat de sporthal afgebroken gaat worden, maar dat is altijd al de bedoeling geweest. En op wat voor termijn, dat hangt van een aantal factoren af. Maar nogmaals, de Lidl is ook bereid om daarin te investeren. En dat is dan gelijk ook even de volgorde waarop die zo plaatsvindt. Eerst een tijdelijk karakter en daarna definitief. De Partij van de Arbeid, verplaatsing van de Vecht heb ik gehad. De tweede P ingetekend bij Albert Heijn moet ik heel even aan de heer Van der Ploeg vragen. Dat durf ik u niet te zeggen. En VVD, verdere participatie met inwoners. Ja, daar zullen we zeker mee doorgaan als de uitvoering ter hand wordt genomen. Dat was het, dacht ik, voorzitter. Dank u wel, wethouder. Dan wil ik even het woord geven aan meneer Van der Ploeg voor de beantwoording van de tweede P bij de Albert Heijn. De parkeerplaats van Albert Heijn is in gebruik door de bewoners van de appartementen boven Albert Heijn en de bezoekers van de winkel zelf. Er zijn ideeën geopperd om dat mogelijk te verruimen, alleen daar is op dit moment concreet geen sprake van. Maar goed, het is wel een belangrijke winkel of parkeerplek in het centrum. Dus zodoende staat hij ook genoemd. Alleen het is een ander soort winkel of parkeerplaats dan bijvoorbeeld bij de Jumbo, om wat te noemen. Dank u wel voor de verdere duiding. Meneer voorzitter, mag ik dan nog even op... Ik snap het antwoord wat gegeven werd. Maar ik vroeg naar de tweede, want dit is de verklaring van de eerste. Ik ben even op zoek naar de tweede. Ja, ik heb dat plaatje net even bij een collega gezien. Het laatste bouwblok wat gerealiseerd gaat worden, daaronder komt ook een parkeerkelder. En daar duidt deze P op. Dan is daar ook weer duidelijkheid over. Dan heeft de wethouder de vragen beantwoord. Ik kijk even rond. Meneer Royakkers. Voorzitter, ik heb nog twee dingen gemist. Ik heb het woord brug niet gehoord.
Nee, dat heb ik niet gehoord. Of u het genoemd heeft, dat zal best, maar dat was heel snel uitgesproken. Maar in elk geval heeft u niet iets van verteld van dat daar ook gesproken is. Ik heb gesproken over het verleggen van de vecht aan het strand en al dit soort andere dingen. En de verbinding met Bellingerweer heeft u gezegd over dat via dat strand er zo zou kunnen. Maar in het plaatje staan ook pijlen getekend, bijvoorbeeld vanaf de parkeerplaats bij de Albert Heijn en sorry, bij de C1000 en de Lidl richting Bellingerweer. Dan, ja, we hebben zoveel supermarkten, waarom dat ze nou moeten uitbreiden, dat snap ik niet, maar goed. Heeft u ook geen antwoord gegeven op mijn nadrukkelijke vraag waarom het überhaupt in dezelfde notitie sprake moet zijn van die discussie over de parkeerplaats, waarom dat niet apart kan. U verbindt nu zeg maar, een besluit van de raad over het doorgaan met de centrumvisie met het parkeren voor de Lidl. Ik vind dat nogal overdreven. Mijn vraag was waarom doet u dat überhaupt, waarom niet in twee aparte stukjes? Dank u wel, meneer Rooijakkers. Ik weet niet of er nog meer vragen zijn. Meneer Nijkamp, ChristenUnie. Ik had nog twee vragen over. Eén was een vraag over de exclusiviteit van die nieuwe parkeerplaatsen. Want blijkbaar is het toch wel het geval dat bij de Albert Heijn sprake is van exclusieve parkeerplaatsen. Hoe zit dat met de uitbreiding voor de Lidl, daar waar ze zelf mee investeert? En de tweede vraag is van de wethouder geeft aan het enthousiasme van het waterschap en provincie over het voorstel van de Groene Wellen. Maar is er ook gesproken over dat idee van het verleggen van de vecht? En wat was daar hun beeld bij? Ik kijk nog even verder. Meneer Kouwen, Chris van de CDA. Ja, ook nog één aanvullende vraag, voorzitter, over de participatie. Fijn dat de werkgroep verder wordt betrokken, maar ook wordt er ook wat gedaan met de suggestie om bijvoorbeeld de bewoners ook nadrukkelijk te betrekken. Er zijn veel winkels in het centrum, dat zien wij ook, maar ook de bewoners nemen een prominente plaats daarbij in. Dus ook daar graag aandacht voor. Dank u wel, meneer Kouwen. Wethouder, mag ik u het woord geven? Ja, zeker, meneer Kouwen. De bewoners, de inwoners die het betreft, absoluut, die zullen we daar ook bij betrekken. Het gaat niet alleen over gebruikers. Dat mogen duidelijk zijn. De heer Rooijakkers, die heeft mij het woordje brug niet horen gebruiken. Nou, ik heb het wel gebruikt, alleen u heeft het niet helemaal gehoord zoals u het zou willen horen. Ja, er is over de brug gesproken. Daar is een opgave in het kader van het hoogwaterbeschermingsprogramma. Een brug, hebben wij in dat overleg begrepen, heeft een afschrijvingstermijn van 100 jaar en er zijn er amper 40 verstreken. Dus de provincie zat een beetje zuur te kijken. Vandaar dat toen de nevengul ter sprake kwam, waardoor je ook heel veel water zou kunnen afvoeren, het gesprek wat geanimeerder werd, want daarmee zou je waarschijnlijk een van de problemen kunnen oplossen. Die nevengul geeft tevens de mogelijkheid, en daar is ook even naar gekeken in het gesprek, even over de duim, van nou, zou dat dan een mogelijkheid zijn om die kader wat breder te maken zoals die daar nu ligt. Nou, daar zag men zeker mogelijkheden. Dus ja, daar is over gesproken en ja, men zag mogelijkheden. Maar daar is dus nog niets op de tekentafel. Dit is allemaal nog in een fase waarin we met elkaar van gedachten wisselen en ideeën uitwisselen. Overigens op een uitermate positieve manier. De exclusiviteit van de parkeerplaatsen bij de Lidl. De plaatsen die er nu zijn, dat bevindt zich op grond die in eigendom is van de familie Jacobs. En de Lidl huurt het pand en de parkeerplaatsen. Daarover is verder nog niet gesproken over hoe exclusief dat verder zou moeten worden. Daar hebben wij ook intern het nog niet over gehad of wij dat nou gaan verkopen zodat het allemaal aan de Lidl komt. We hebben in elk geval aangegeven dat we er geen hek omheen willen, want dat het ook voor algemeen gebruik mogelijk moet zijn. Dat is de insteek van de gemeente. Volgens mij heb ik daarmee
de aanvullende vragen ook gehad, voorzitter? Nee, nog niet. Nee, ik zie de hand van meneer Rooijakkers al. Meneer Rooijakkers. Hij is verbaasd over het feit dat we dit koppelen aan, aan dit voorstel. Nou, dat voorstel is, of althans, het is geen eens een voorstel, dit is een update van de stand van zaken, want u gaat pas definitief besluiten in oktober. De noodzaak ligt in het feit dat de Lidl zekerheid wil hebben over die parkeerplaatsen en of dat ze voor die miljoenen gaan investeren, ja of nee. En daarom hebben we dit in één keer meegenomen. Het leek ons een hele logische gang van zaken. Ja, u niet, ons wel. En de bellingen weer? Wat is er met de bellingen weer? Ik heb aangegeven dat we gekeken hebben naar de mogelijkheid om een deel van de oostelijke kade te gaan vergroenen en zo door het verleggen van die kade, dus richting de Vecht, zeg maar de overkant, op die manier een verbinding te creëren naar Bellingeweer. Daar zie ik nog wel een aantal haken en ogen, want er wonen ook nog mensen die daar niet enthousiast over zouden kunnen zijn. Maar daar is wel degelijk over gesproken. Oké. Okay. Even toch, voorzitter. Oké, okay, dan leg ik mij daar ook bij neer, meneer Rooijakkers. En dat gezegd hebbende, denk ik dat we hiermee de informerende ronde hebben afgerond. En dat ik om uw opinie ga vragen. En wie mag ik daar als eerste het woord geven? Meneer Raamaker, gemeentebelangen. Dank u wel, voorzitter. Nou, meneer Rooijakkers, geen parkeerplaats in Bellingeweer, hè? Daar zitten we niet op te wachten. Dus gewoon laten zoals het is. Afgelopen januari hebben we hierover gesproken, over de ontwikkelingsrichting en de nadere uitwerking van de centrumvisie. Nou, daar hebben we toen mee ingestemd, die gecombineerde scenario die nu voor ligt. En daar is toen ook over gesproken van een belangrijk bronpunt is het gratis parkeren. Nou, dat staat ook in een stuk. En de hoofdentree van de Molendijk, zeg maar, dat die daar wordt gevestigd. Nou, daar kunnen we ons in vinden. Die parkeerplaatsen, dat die nou uit het voorstel of naar voren worden gehaald, dat lijkt ons een goede zaak. Want ja, als ondernemers een vraag hebben, dan zullen we toch antwoord moeten geven. Het kan wel of het kan niet. Dus u kunt daar wat ons betreft mee aan de slag gaan en we horen wel wat de uitkomst is. Dan, met het oog op de toekomst noemt u in het stuk vier belangrijke aandachtspunten. Dat is het Kerkplein, het moet het kloppend hart worden. Van het centrum, entree, parkeervoorziening bij de Molendijk, die wordt als tweede genoemd. De Vechtkade, oostzijde, integreren aan het geheel, lijkt ons ook een prima zaak. Nieuw facelift voor het plein bij de Rooms-Katholieke Kerk. Nou, die sterk verouderd, die gaf het al aan, dan mag je lang parkeren. Dus die verdient ook wel een facelift, dus daar zijn we het ook mee eens. Maar we kunnen nog wel een vijfde erbij aangeven, dat is de overgang van Prinsenstraat naar het Waterfront. En ja, hier bedoel ik ook wel de markt en de braderie en alles wat gebeurt daar. Het is nu die weg is een echte afscheiding. En ja, ik snap dat het heel moeilijk is om over te steken. Maar we willen toch graag dat het een integraal geheel wordt. En dat we dat zo vriendelijk mogelijk die overgang maken, dat het in je geheel wordt. Maar we snappen, de veiligheid is daar natuurlijk bij het oversteken een belangrijk gegeven. Ook bij die parkeerkelder van de Albert Heijn, ik heb de wethouder al geïnformeerd, daar loopt een voetpad net voor het pand langs. En ja, ze komen de garage uit en de kinderwagen die zitten zo onder. Dus, maar van mij wordt daar, als het anders is, dan word ik het graag, maar wordt daar naar gekeken dat die met een slag naar rechts ontweken wordt. Zodat ze niet bij die parkeergarage direct door een auto worden gegrepen die eruit komen. Ten aanzien van het sfeerbeeld willen we nog een paar dingen meegeven. En college, wat ons betreft, kijk nog eens naar de aanleg van extra watertappunten in het centrum. Ook de oplaadplaatsen voor elektrische fietsen missen we. Misschien nog wat speeltoestellen voor kinderen waar het past. Trekt extra aandacht voor jeugd en gezinnen en maakt ook een stuk gezelligheid in het centrum. Een goede routing van het centrum, aangeven van de looproute, van de bezienswaardigheden. Dus om het zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor die mensen die daar komen winkelen en komen, dingen komen bezichtigen. En eventueel nog een waterpartij. En ik zie wel eens in steden een levend spelbeeld voor de jeugd waar die dat water uit de grond komt met op diverse momenten.
Nou, als daar plaats voor is, zou dat ook een mooi gegeven zijn. Niet alle ouders zullen er blij mee zijn als de kinderen nat zijn, maar het brengt wel reuring in het dorp. Een win-win situatie creëren voor het ieder die om het dorp in te gaan. De ondernemers faciliteren met een prachtig dorpsbeeld. Maar ondernemers zijn, ja, dat zijn toch de mensen die het met name in het centrum levend moeten houden. Als de ondernemers en de winkels allemaal gevuld zijn, dan wordt het centrum vanzelf ook een stuk gezelliger. Wat ons betreft, snel aan de slag en maak er wat moois van. En we worden graag op de hoogte gehouden wat de resultaten zijn van ons inbreng. Dank u wel, meneer Raamaker. Meneer Kouwen, CDA. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ook de CDA-fractie is blij met de verbeterslag die met het voorliggende sfeerbeeld is gemaakt. De leesbaarheid is sterk verbeterd. En dit maakt het ook mogelijk om de daadwerkelijke visie op het centrum, hè, waar het tenslotte om draait, duidelijk te begrijpen. Een visie die gaat over de stip aan de horizon, hè, waar je ontwikkelingen spiegelt en daardoor een vaste koers blijft varen. En dit alles voor een bruisend en aantrekkelijk centrum. Een centrum voor alle Dalfsenaren en zijn gasten. En het is daarom ook goed om te zien dat er aandacht is voor het gebruik van het centrum door de verschillende generaties. En niet apart beschreven, maar verweven in de verschillende thema's. In het algemeen sluiten we overigens aan bij de gedachte om bestaande structuren te versterken. Zoals ten aanzien van inbreidingslocaties voor zorgwonen, afbakening van het gebied waar de detailhandel zich bevindt en de Vechthoever. Hier gewoon logisch en praktisch mee omgaan. Gezond boerenverstand zou ik eigenlijk zeggen. Over het autoluw of autovrijmaken van het centrum is hier al vaker gesproken. Voor de CDA-fractie staat voorop dat het centrum voor iedereen bereikbaar moet zijn. Maar ook wij zien de nadelen van gemotoriseerd verkeer door de winkelstraten en dat dan ten koste gaat van de beleving. Gedeeltelijke afsluiting biedt mogelijk uitkomst, zodat geen volledige route meer kan worden gereden. Bereikbaarheid blijft dan wel op orde. En goed, net zoals bij de andere thema's vindt onze fractie het raadzaam hierover met betrokkenen en op basis van een grondige toekomstanalyse later keuzes te maken. En in dit licht zouden we ook aanraden om het kort-lang parkeren, het is al even genoemd, zoals dat in de visie ook beschreven staat, verder uit te werken. Want ik denk dat de mogelijkheden om het efficiënter en duidelijker te gebruiken, dat die er zijn. De nadrukkelijke aandacht voor de verschillende dorpsentrees doet ons goed. Voor bezoekers is de eerste indruk vaak bepalend, hoe mooi de rest ook is. En dat brengt mij op het parkeren bij de Molendijk. Dat is een van de hoofdentrees waar de ruimtelijke kwaliteit kan worden verbeterd, wat ons betreft. Vooruitlopend op een herinrichting wil de CDA-fractie dan ook pleiten voor een hoogwaardige invulling. Waarbij moet worden voorkomen dat de entree een grote opening blijft, waar dan alleen maar auto's geparkeerd staan. Verkennen van meer parkeerruimte is prima, daar gaan we ook in mee, ook gezien de parkeerdruk. Maar laat de toekomstige mogelijkheden zoveel mogelijk open om later iets moois van te maken. Tot slot viel de CDA-fractie de volgende zin op. Er is niet veel ruimte voor het toevoegen van groen in het centrum. Merkwaardige zin als groenste dorp van Europa. Dus we verwachten op dit punt, bijvoorbeeld in combinatie met het thema duurzaamheid, wel de nodige creativiteit en visie. Maar voor nu zullen we instemmen met het voorliggende sfeerbeeld als basis voor de verdere uitwerking. Dank u wel, meneer Kouwen. Meneer Nijkamp, ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. Ook onze fractie is blij met deze tussenstap die we hebben genomen. Dit is in ieder geval ook een sfeerbeeld waar je een mening over kan vormen. Het geeft in ieder geval een heel mooie inkijk van waar we naartoe zouden kunnen. Ten aanzien van besluit 2 zouden we willen opmerken dat wat ons betreft de positie van die extra parkeerplaatsen niet per se die Molendijk-locatie hoeft te zijn. Maar het is een gebied waar niet alleen de Molendijk op termijn wordt gesloopt, maar nog een andere sporthal ook, namelijk die van de tafeltennis. Als je nog iets ruimer kijkt, zou je misschien in dat hele gebied eerst eens een stedenbouwkundige visie moeten gaan ontwikkelen, voordat je tot definitieve invulling overgaat. Dat er tijdelijk naast de Molendijk, zonder rigoureuze ingrepen, een tijdelijke voorziening wordt gecreëerd, dat vinden we prima. Maar voor definitieve oplossingen, daar vinden we het op dit moment absoluut te vroeg. Want het thema inbreiding, zoals dat ook in het stuk wordt genoemd, in de visie wordt genoemd, speelt juist in dit gebied nog een belangrijke rol.
Dus wij zien graag dat echt nog eens een nader uit te werken visie, deelvisie tegemoet. Thema inwoners. Dat was een van de thema's die daar ook genoemd werd in de visie. De plaatjes en de tekst doen wel erg veel denken aan de ouderen in onze samenleving. Terwijl juist het thema is van dat we gericht zijn op de jeugd en gericht op de toekomst. En dan moet je toch ook de jeugd daar wel wat een betere plek, denken we, in geven. Daar is nog wel wat ruimte voor. Dus waar zijn nou die ontmoetingsplaatsen waar we dan over spreken? Die vinden we nog niet zo concreet terug in dit voorstel. En de praktijk leert ook dat het nog niet zo eenvoudig is om die plekken te vinden. Dus dat zouden we graag toch nader uitgewerkt zien. En we zouden wel bij de suggestie van de heer Raammaker aan willen sluiten om die zogenaamde bedriegertjes eens te verkennen. Het is misschien wat curieus om die naast de kerk te zetten, dat snap ik ook wel. Maar tegelijkertijd is dat wel een hele mooie manier om kinderen en daarmee ook ouderen naar die plek te trekken. In de praktijk blijkt dat erg aan te slaan. Dus we zouden dat zeker onderzocht willen zien. En het laat nog steeds een mooie open structuur toe. Dus wat dat betreft mooie oplossingen. Thema parkeren. Nou, algemeen blij met de uitspraak van de wethouder dat het voor algemeen gebruik bedoeld is. Dus dat zullen wij ook nadrukkelijk blijven volgen. Dus geen exclusiviteit voor enige winkel daar dan ook. Inzet op differentiatie van parkeertijden, uitstekend. De vindbaarheid van de parkeerplaatsen met aantrekkelijke routes in en om het centrum, dat lijkt ons echt een kans. Daar worden ook wat suggesties voor gedaan in de visie, dus die ondersteunen we van harte. Vorige keer in de commissie hebben we nog even genoemd van of het wijs zou zijn om toch ook eens na te denken over het gebruik van het gebied bij het station voor lang parkeren. Daar is verder niks mee gedaan. Toch denken we dat we met de huidige ruimte mogelijk in de problemen gaan komen als je gewoon de verkeersontwikkelingen, parkeerontwikkelingen op dit moment ziet. En met name in de toeristische seizoenen zou dat misschien een hele mooie oplossing kunnen zijn. Overigens ook dubbeldeks parkeren is iets wat we best tot de mogelijkheden zien. Althans, zeker het onderzoek daartoe. Nou, Parkweg, het is maar blijkbaar hoe je het uitlegt. We zouden wel willen vragen om nauwlettend de doorstroming of de effecten op de doorstroming in de gaten te houden. Er wordt gesproken over 4 opgaven. We denken dat er vooral een paar complexen in zitten. Nou, die oostelijke entree heb ik net al iets over gezegd. Dus echt, daar een stedenbouwkundige visie zou niet meer staan. De rivierkant. Nou, ook een aantal mooie elementen gehoord van de wethouder. De groene wellen, misschien een alternatief voor die brug. Maar ook die hele verkeerssituatie, daar blijft wat dat betreft nog wel steeds onze zorg. En misschien het verleggen van de vecht, nou, we gaan het zien. We hopen dat daar in ieder geval binnenkort wat meer duidelijkheid over komt. Op het Kerkplein. Dat is eigenlijk de minst duidelijke plek wat we daar nou mee willen. Want de suggesties die het college doet, die trekt ze vervolgens zelf in twijfel. En dat wordt ook bevestigd. Eigenlijk weten we gewoon niet wat we met Kerkplein aan moeten. Dat is toch een wat bijzondere situatie. Tenzij wij het verkeerd hebben gelezen. Maar goed. Dus misschien moet dat toch ook nog eens, bijvoorbeeld met die notitie van typisch Delfts, nog eens even wat beter worden ingevuld. En eigenlijk het vijfde punt wat de heer Raammaker ook al aangaf over die aansluiting, Prinsenstraat-Waterfront. Ja, dat blijft natuurlijk toch wel lastig omdat daar ook een weg tussendoor gaat. En die gaan we voor zover ik weet nog niet omleggen. Dus dat lijkt ons ook nog wel een uitdaging. Maar is wat kleinschaliger dan die andere. Wat ons betreft met deze opmerkingen, en ik wacht nog even de reactie van de wethouder af, staan we op zich wel positief in de lijn die is voorgesteld. Dank u wel, meneer Nijkamp. Meneer Wulfsvank, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel. Wat ons betreft compliment voor het stuk. Het verwoordt goed hoe het proces is gelopen en heeft de uitkomsten daarvan ook mooi verwerkt en verbeeld. Daarvoor ook echt oprecht compliment.
En een prima basis om verder te gaan. De kanttekening die ik zou willen maken zit hem op dat parkeren bij de Molendijk. Daar is al heel veel over gezegd. Ik snap wat er gevraagd en voorgesteld wordt. En ik snap ook heel goed de druk die er vanuit een bedrijf als Lidl wordt uitgeoefend. Ik ben er ook helemaal niet principieel op tegen. En het zou heel goed kunnen dat we aan het eind van de rit straks op dit voorstel, of op het voorstel zoals het nu gedaan wordt, uit gaan komen. Maar een visie ontwikkel je samenhangend volgens mij. Zo nu en dan, één keer in de 40 jaar. En om er dan nu een onderdeel uit te lichten, hoe voor de hand liggend dat misschien ook mogen zijn, dat voelt niet helemaal goed. Er is de Lidl veel aan gelegen, hoorde ik net zeggen. Nou, mij ook, dat het goed komt. Maar ik zou er dus niet aan mee willen werken. Ik zou er niet voor zijn om nu garanties af te geven voor een langere termijn, terwijl we eigenlijk nog niet goed weten waar we uit gaan komen. Tijdelijk, prima. Een positieve grondhouding voor de langere termijn, ook prima. Maar geen garantie dat het definitief zo gaat worden. Want het kan maar zo zijn dat je over een half jaar, drie kwart jaar tot de conclusie komt dat je jezelf in de voet geschoten hebt. Wat dat betreft zou zo'n stedenbouwkundige visie inderdaad een goed middel kunnen zijn om daar duidelijkheid over te krijgen. Nou, parkeren is verder ook een belangrijk punt in het geheel. De bij tijd en wijle wat veel dichtzittende parkeergarage moeten we het misschien nog eens over hebben. En we vragen toch ook opnieuw nog eens nadrukkelijk aandacht voor het parkeren van de lokale bewoners. Voor het overige gaan we graag akkoord met dat besluitpunt 1 en niet dus met besluitpunt 2. Dank u wel, meneer Wildvang. Meneer Rooijakkers, D66. Dank u wel, voorzitter. Volgens mij zijn we best goed bezig met de Jumbo. Nou, de parkeerplaats bij de Jumbo, daarachter bedoel ik. Maar voor het overige sluit ik mij helemaal aan bij wat de heer Wildvang heeft gezegd. Dat zal u niet verbazen, wethouder, dat de volgorde helemaal verkeerd is om eerst nu toezeggingen te doen op langere termijn en vervolgens te gaan bedenken wat we met die ruimte willen. We wisten natuurlijk allemaal wel dat we in plaats van die sporthal wat anders wilden doen, maar ook in de plaatje staat daar ook nog woningen ingetekend langs de rondweg. En een hele andere soort invulling. Dus we moeten wel oppassen inderdaad. Dat we onszelf die vrijheid blijven houden als gemeente om die ruimte in te vullen zoals we denken dat het op langere termijn goed is voor de gemeente. En niet door nu al zeg maar, definitieve toezeggingen te doen. Dus ik sluit me er helemaal bij aan dat je de vrijheid moet hebben totdat je een visie hebt ontwikkeld, stedenbouwkundig, zoals ook de heer Nijkamp heeft gezegd, wat je met dat gebied wil. Voordat je definitieve toezeggingen op lange termijn gaat doen. De notitie in het algemeen zijn wij heel erg enthousiast over. Heeft dan waarde gewonnen, prettig en goed leesbaar document. Complimenten daarvoor. Er wordt ook inderdaad, zoals de ChristenUnie zegt, sterk ingezet op veroudering, op vergrijzing. Maar wij hebben ook als D66 vermeten van aandacht gevraagd voor behoud en stimulering van de doelgroep jongeren. Nou ja, pakweg 30, 35 jaar na de studie, kindertjes, misschien terug weer naar Dalfsen of Dalfsen vestigen, bijzondere karakter in de buurt van Zwolle. En het eindbeeld, gastvrij in alle rust, gericht op de toekomst, dat geeft ruimte om aan deze groene doelgroep aandacht te besteden. En in het sfeerbeeld komen we dan niet zoveel verder als hang- en ontmoetingsplekken en starterswoningen. Dat zou nog wat nader uitgewerkt moeten worden. En ik roep eigenlijk ook de samenstellers en ons allen ook op om de woord hangplek niet meer te gebruiken. Want dat wordt nogal snel geassocieerd met overlastgevende jongeren. Dus ik ben ervoor om het over ontmoetingsplekken te hebben. Dat is voor iedereen prima en het heeft een positieve connotatie, een positief label. Nou, dan is het natuurlijk altijd belangrijk, ook in de discussies met de ondernemers die we hier hebben meegemaakt in deze zaal, het al dan niet autovrij centrum en parkeren. Er is heel veel over gezegd. Ik zou nog wel een keer eigenlijk ook willen horen hoe de gemeentebelangen daarover denkt. Of dat ze vinden, wat ze vinden van de Prinsenstraat, autovrij of niet, autoluw of niet. Lijkt me toch belangrijk ook voor het college om dat mee te nemen in de afwegingen. Want we moeten ook niet alleen aan ondernemers denken die daar hun ideeën over hebben, maar ook het winkelend publiek. En uit de enquêtes blijkt wel dat de meerderheid van het winkelend publiek positief staat tegenover een winkelluw of een autoluw of een autoluw Prinsenstraat. Dus wat dat betreft is het goed om die twee kanten van die medaille te zien. En verder denk ik dat ik het hierbij laat en waarbij ik natuurlijk zal instemmen met het voorstel 1
en ernstige reserves heb om op voorstel 2 ja te zeggen in verband met toezeggingen. We vinden het moet ons niet door ondernemers laten gijzelen. En we moeten zeker eerst weten wat we willen op langere termijn voor we op langere termijn toezeggingen doen. Dank u wel, meneer Rooijakkers. Meneer Veldhuis, VVD. Dank u, voorzitter. Nou, wij hebben kennis genomen van het voorliggende sfeerbeeld. We zien dat de centrumvisie steeds beter in kaart wordt gebracht. Complimenten aan het college en de ambtelijke organisatie hiervoor. We hebben een aantal opmerkingen die we u mee willen geven hierin. Voor de ondernemers is een goede bereikbaarheid met voldoende parkeerruimte voor de deur van groot belang. Dit is het onderscheidend vermogen wat ons betreft van Dalfsen ten opzichte van onze buurgemeentes, zoals bijvoorbeeld Zwolle. Wij vinden het belangrijk dat naast de voorgestelde parkeervoorzieningen ook in het centrum zelf ruimte blijft voor parkeren, bij bijvoorbeeld het Kerkplein of in de Prinsenstraat. Het voorstel voor meer groen in het centrum mag wat ons betreft niet ten koste gaan van de nu al beschikbare parkeerruimte. Maar goed, het is aan u om dit samen met de ondernemers verder op te pakken. Naast de ondernemers roepen we het college ook op om de inwoners van het centrum beter te betrekken bij de planvorming. Het gaat tenslotte ook om hun leefomgeving. Typisch Dalfsen maakte hier ook specifiek een opmerking over. Ik zou ervoor kiezen om ze nu al mee te nemen om te voorkomen dat we straks horen dat ze onvoldoende mee hebben kunnen denken. Wellicht helpt het om deze dimensie toch nog wat beter te belichten in de visie. U vraagt of u verder kan met de uitwerking van de parkeerplaatsen voor de Lidl. Wat ons betreft is dat akkoord. Ik snap dat de volgorde niet handig is, maar de urgentie snap ik ook. Pragmatisme is wat ons betreft in dit geval op zijn plaats. We wensen u verder succes met de verdere uitwerking. Dank u wel, meneer Veldhuis. Wethouder, mag ik u het woord geven? Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben nog een wat meegekregen om verder uit te werken, waarvoor hartelijk dank. Ik denk dat, en dat was de heer Ramaker, maar ook de heer Nijkamp die dat ondersteunde, ook andere fracties overigens, dat het plekje voor de Zeven Deugden, die overgang van Prinsenstraat naar Waterfront, dat dat extra aandacht verdient. Dat is een lastig punt. Dat is duidelijk, dus uw oproep die hoor ik, die begrijp ik. U heeft nog een aantal andere suggesties meegegeven, daar gaan we verder naar kijken. Het CDA gaf aan dat een hoogwaardige invulling van de entree bij de Molendijk, dat daar waarde aan wordt gehecht en dat u daar niet op, als u op de parkway van de heer Nijkamp rijdt, het gezicht op blik wil hebben. Nou, dat delen wij als college volledig. Vandaar dat er op die locatie niet alleen een P staat ingetekend, maar dat er ook bebouwing staat ingetekend. Wij denken dat een combinatie van die twee op die plek het meest ideale beeld zou zijn. Hoe dat invulling moet krijgen? Ja, natuurlijk, stedenbouwkundige visie moet daarop losgelaten worden. We hebben wel ideeën, maar daar hebben we echt een stedenbouwkundig bureau bij nodig. Oversticht heeft er al wat nagekeken. Die kijkt er dan weer anders tegenaan, want die willen dat je van die kant af de kerktoren goed kan zien. Nou, dan zie je dus ook de auto staan. En wij hebben daar dan toch als college een iets andere kijk op. Dus wat dat betreft kan ik u geruststellen, meneer Kouwen. ChristenUnie, stedenbouwkundige visie hebben we het over gehad. Het parkeren nabij stationsplein voor lang parkeren is een goede suggestie. Die had u ook al eerder gedaan. Het is niet zo dat die uit beeld is. Hij is niet genoemd, maar zeker een goede suggestie. We zijn er bijvoorbeeld achter gekomen dat een busmaatschappij een opstapplek heeft bij de Action. Daar mag je de hele dag parkeren. Nou, daar staan daar een aantal auto's geparkeerd. De mensen komen terug van hun tochtje en verdwijnen. Ja, die zouden natuurlijk ook bij het station kunnen gaan staan of op Sportpark Genner. Daar hebben wij er dan minder last van en dan kun je toch lang parkeren in het centrum. Dus dank u voor die suggestie. Partij van de Arbeid, wij gaan op korte termijn het mogelijk maken, en dat geldt ook voor de Rooijakkers, op korte termijn mogelijk maken dat Lidl daar extra parkeerplaatsen krijgt. Op de langere termijn willen we dat ook met ze afspreken, zodat de Lidl een reden heeft om hier te investeren en om uit te breiden, zodat er een goede supermarktgelegenheid is voor onze inwoners en voor de wijde omgeving.
Ik heb geschetst hoe wij dat denken, namelijk enerzijds, net naar de heer Kouwer toe, dat daar parkeergelegenheid komt, maar anderzijds dat wij daar ook een idee hebben om daar bebouwing neer te zetten, zodat je niet komende vanaf de rondweg rechtstreeks op alle geparkeerde auto's staat te kijken. Dat vinden wij ook niet echt een hoogwaardige invulling. VVD heb ik gehoord, meer groen hoeft niet direct te leiden tot minder parkeerplaatsen. Dat lijkt mij een heldere uitspraak. En wij gaan hiermee aan de slag, voorzitter. Dank u wel, wethouder. Ik kijk even naar de partijen of de vraagstelling zo, of de vragen voldoende beantwoord zijn. Krijg meneer Nijkamp. Even wat helderheid over die parkeerplaatsen. U zegt van die 10, die kunnen gewoon vrij snel gerealiseerd worden. Daar ligt het probleem niet. Zou u uit de voeten kunnen met het idee of een soort richtinggevend signaal richting de Lidl dat er dan op termijn nog 15 bij komen? Waar die dan precies komen en wanneer dat niet wordt vastgelegd? Is dat een begaanbaar spoor? Nou, u heeft in de bijlagen gezien dat er een luchtfoto was met waar wij aangegeven hebben waar we denken dat er extra parkeergelegenheid komt. Lidl heeft zelf overigens ook al een keer een schets gemaakt waarbij het door u genoemde gebouw van de tafeltennisvereniging weg is en beschikbaar komt voor parkeergelegenheid. Er staat daar ook nog een woning. Bedoel, als je dat echt rigoureus wil aanpakken. Maar dan daag ik wel de ondernemers uit om daarmee aan de slag te gaan. Want dan vind ik het niet een taak van de gemeente om dat soort dingen te gaan kopen. Maar dat we daar in gezamenlijkheid een mooie plek kunnen creëren waar mensen kunnen parkeren voor hun boodschappen, maar ook op een makkelijke manier het dorp in kunnen lopen. Ik denk dat we daar het met elkaar wel over eens zijn. Dank u wel, wethouder, voor de nadere duiding. Dan kom ik toch, meneer Rooijakkers. Ik had ook gevraagd of dat Ramaker misschien ook de visie van gemeentebelangen zou willen geven over de Prinsenstraat. Maar als het die nog niet is, dan kan ik me ook voorstellen dat we er even op wachten. Nou, die is er zeker. En die had ik wel meneer Ramaker. En die had ik wel een keer gemeld hier. Ik heb destijds aangegeven van dat je in ieder geval het dorp, dat de bereikbaarheid goed moet zijn. En als ik kom bij verschillende dorpen waar dus alles omgeleid wordt. En dan is de drukte ook weg uit het dorp. Dus ja, die parkeren, ook die zaterdag wat nu gebeurt. En volgens mij zijn daar weinig geluiden dat men zegt van nou, dat is niet goed. En ik snap ook de passant die daar rondloopt, maar dat is echt in het weekend. Dus normaal in de week kan daar rustig een auto door. Dus, maar ik heb daar toen destijds ook gezegd van de situatie zoals die nu ligt. Volgens mij is iedereen daar gelukkig mee, dus dan moet die echt handhaven. En je moet zorgen dat die drukte naar Dalsen krijgt, niet omleiden. Wethouder, voor de laatste keer voor ik ga afsluiten. Ja, als ik daarop mag reageren, eigenlijk twee reacties. Dat geldt dus ook voor een brug. Als je die daar aan de andere kant gaat leggen, dan ben je de drukte ook hier kwijt. Dat is punt 1. En punt 2, ik heb de ondernemersvereniging de hele nadrukkelijke toezegging gedaan. En die heb ik hier in de raad herhaald. En ik doe het nog maar een keertje. Wij gaan als college pas over tot het autoluw of autovrij maken van de Prinsenstraat. Nadat we daar uitdrukkelijk in overleg met de ondernemersvereniging uit zijn gekomen. Eerder gaat dat niet gebeuren. Dank u wel voor deze verdere beantwoording. Ik ga afsluiten. Over het algemeen hebben we heel veel enthousiasme gemerkt hier in deze commissie. Er zijn nog weer de nodige nieuwe punten naar voren gebracht. Tappunten, speelplein voor kinderen, bedriegertjes of hoe je het ook mag noemen. Dit sfeerbeeld is ook een stip aan de horizon. Daar zijn we het allemaal wel over eens. De suggesties zult u ongetwijfeld meenemen. Punt 2, zijn toch nog wat verschillende meningen over. Ondanks dat dan niet de meerderheid in de raad is.
En concludeer ik toch dat daar misschien nog iets aan gedaan kan worden. En dat we daardoor dit als bespreekstuk naar de raad van 15 plus 7 is 22 als ik goed kan. Nee, 29, ja, ik moet er 14 bij tellen. Optellen was wel goed, maar van 29 mei. Daarmee heb ik dit agendapunt afgesloten. En gaan we verder met punt 5 van de agenda, financiële verordening. Wederom verantwoordelijk wethouder, de heer Van Leeuwen. Hij wordt hierbij geassisteerd door mevrouw Jokshorst. Welkom, mevrouw Jokshorst. Ook voorbereidend besluitvormend. De gemeenteraad is verantwoordelijk voor het vaststellen van een aantal verordeningen op het gebied van de inrichting van de financiële huishouding en de accountantscontrole. Omdat de oude verordeningen dateren uit 2004, is het tijd voor een update. Deze is eerder aan orde geweest in de commissie van september 2015. Toen is verzocht om het nog eens door te nemen in de werkgroep planning en controle. Nu is het gereed voor behandeling in de raadscommissie. Zoals ik al gezegd heb, twee ronden, informerend, opinierend. En wie mag ik als eerste in de informerende ronde het woord geven? Kijk even rond. Niemand? Nou, ik waag het er even op, want ik heb niet zozeer vragen, maar ik zou een paar opmerkingen willen maken die mogelijk tot, ja weet ik veel, mogelijk tot een keuze kunnen leiden die iets afwijkt van waar die staat. Dus ik zie het niet als vraag, maar ik zou het toch als opmerking willen plaatsen. Ja, er zijn er maar een paar hoor. Het begint even bij artikel 4, die 3 euro per inwoner. Die wordt deels aan de raad, deels aan het college toegewezen. Van de financiële verordening, ja, dat had ik er even bij moeten zeggen. En het stuk is 5.4, daar staat een aantal keuzemogelijkheden in. Ik zou willen voorstellen om, en ik ben even benieuwd hoe de collega's daarover denken, om dat helemaal niet op te delen, maar dat gewoon helemaal aan het college te laten. De raad heeft uiteindelijk budgetrecht, kan altijd ingrijpen, dus laat dat nou aan het college en biedt ze wat meer ruimte daarmee. Artikel 5, lid 6. Ik zou ervoor willen kiezen om investeringen groter dan 1 miljoen wel degelijk aan de raad voor te leggen. Nu is dat eruit gehaald. Dat zou een tweede suggestie zijn. Nou, dan staat er artikel 7. Punt C en daar staat een tekst die het niet gehaald heeft in het voorstel. Dat snap ik heel goed. En ik zou daar toch willen suggereren om het anders te doen. En bij kredietvoorzieningen meer dan 5 miljoen, maar daar gaat het hier om die wel degelijk even in overleg met de raad te doen. En niet alleen achteraf te informeren via het RIS. Dat zijn eigenlijk de 2-3 suggesties die ik wil doen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Wilsvank. Ik zie voor de rest geen wethouder. Mag ik u het woord geven? Ja, ik kijk ook even naar mevrouw Jokshorst, want die eerste vind ik iets technisch. Ik denk dat er weinig bloed uitvloeit om dat dan het college in zijn geheel over te laten. Dat denk ik, maar dat hoor ik zometeen graag even. Krediet, daar heb ik wel even een vraagteken voor, want er moet soms heel snel gehandeld worden. En ik kan dat niet. Wat zeg je? Ja, het is gewoon een uitvoering die waar wij recentelijk nog een groot voordeel van hebben gehad, omdat je dan op zeer lage rentepercentages kunt acteren. Hebben we het over verplichtingen met een looptijd langer dan 1 jaar, meer dan 5 miljoen? Ik begrijp dat daar nog paniekvoetbal over gevoerd wordt, kan ik me bijna niet voorstellen. Nou, we hebben daar offertes die soms maar heel kort gelden. En ik zou het niet meteen paniekvoetbal willen noemen, maar die offertes duren soms niet al te lang. Maar dit is echt uitvoeren van het beleid. We hebben dat geld nodig om mee te kunnen acteren. Dus het is uitvoering. Eerst wil ik ook graag even mevrouw Jokshorst vragen wat ze daarvan vindt. Mevrouw Jokshorst. Nou, volgens mij is er niks op tegen om het college daar de bevoegdheid over te geven. Het college is echt wel verplicht om dat na de hand te melden bij de raad wat er met onvoorzien gebeurd is. En dat is ook een apart paragraaf in de jaarrekening.
Meneer Rooijakkers. Nog even over die 5 miljoen wethouder. Zullen we proberen te kijken of dat we het begrijpen. Want het is denk ik wel goed om het even uit te leggen. Ik denk dat het niet in die zin nieuwe verplichtingen zijn van hey, we hebben niet aanzien komen dat we één keer 5 miljoen nodig hebben. Maar bijvoorbeeld wanneer de ene lening kunt vervangen door een ander. Of dat wanneer bepaalde verplichtingen vervallen en weer zeg maar, doorgerold worden in andere nieuwe verplichtingen. Kijk, dat is denk ik wat anders dan wanneer je als gemeente in totaal je kredietplafond met 5 miljoen verhoogt. Want daar hebben we het denk ik niet over. Als dat nou helder is, dan denk ik dat ik collega Wildvang ook er wel van kan overtuigen om dat aan het college te laten. Maar laten we dan afspreken dat we niet zeg maar, de exposure van de gemeente met 5 miljoen dan vergroten. Maar kijk even naar mevrouw Jokstra, maar volgens mij verwoordt u het correct. Nou, dit is ook al terdege besproken in de commissie Planning en Controle met alle partijen, om dat zo te doen. Daarom wil ik ook besluiten om naar de opinierende ronde te gaan. En wie mag ik daar als eerste het woord geven? Meneer Hof, gemeentebelangen. Ja, voorzitter, dank u wel. Nou, ik denk dat ik dan maar gelijk reageer op de drie suggesties van de heer Wildvang. Die 3 euro om dat geheel aan het college te laten, dat is wat ons betreft geen probleem. We vroegen ons eerst ook al af waar die 3 euro vandaan kwam, maar het was schijnbaar eerst een vast bedrag. En dat is nu omgebouwd tot een bedrag per inwoner. Dat is wat ons betreft wel akkoord. Investeringen boven 1 miljoen. Dat geldt eigenlijk ook voor, ja, we hebben dat geld al beschikbaar gesteld. Dat is wat ons betreft een uitvoeringspunt. Dus dat mag het college binnen de spelregels die wij meegegeven hebben, wat ons betreft wel doen. En ook die 5 miljoen, dat is volgens ons is dat gewoon kasgeldbeheer. En dat is ook uitgebreid aan de orde geweest in de commissie Planning en Controle. Ja, en om voldoende daadkrachtig te kunnen handelen, vinden wij dat een collegebevoegdheid. Dus de eerste lijkt me helder, geen enkel probleem. Eigenlijk vind ik het al een beetje vreemd dat het gesplitst is voor een stukje vrije ruimte onvoorzien. En de overige 2 zullen wij niet steunen. Voor de rest, het is vooral een technische actualisatie. We hebben een aantal technische vragen gesteld, die zijn mondeling beantwoord. En wij kunnen ons wel vinden in deze verordeningen. Dank u wel, meneer Hof. Ik kijk, meneer Nijkamp, ChristenUnie. De aanpassingen die voorliggen, die lijken vooral gericht op het aanpassen richting de actualiteit. Dus in die zin akkoord. Dat is ook voorbesproken in de commissie Planning en Controle. Ten aanzien van die 3 euro als het gaat over de post onvoorzien. Ik moet zeggen, in de afgelopen jaren hebben we niet zo vaak voorstellen van het college voorbij zien komen om die te benutten. De afgelopen jaren is die ook bijna nooit benut. Afgelopen jaar toevallig wel. Maar daarvoor bijna nooit. Dus ik weet ook niet waar we het nou precies over hebben in de praktijk. Tegelijkertijd denk ik dat we als raad altijd kunnen besluiten om te zeggen van hey, dit of dat willen wij en dat willen wij gefinancierd hebben uit onvoorzien. De vraag is, als je dus 100% alles naar het college toestuurt qua bevoegdheid, of je dan als raad die bevoegdheid nog hebt. Dat zou voor mij nog wel een punt zijn. Ik weet niet hoe dat ligt, maar misschien dat daar nog even op gereageerd kan worden. Wilt u daar gelijk op reageren, wethouder? Nou, u zegt terecht, afgelopen jaar is er voor het eerst sinds vele jaren gebruik gemaakt van de post onvoorzien. Het is iets wat sporadisch in wordt gezet. En als de raad vindt dat er iets uit de post onvoorzien moet worden betaald, u heeft het budgetrecht, dus volgens mij is dat dan volstrekt helder. Dan hebben wij wat minder te besteden. Met deze interpretatie geen bezwaar. Dank u wel. Akkoord. Mevrouw Rameman. Dank u wel, voorzitter. CDA. Ook wij kunnen ons vinden in die onderbouwing voor de 3 euro per inwoner. De overige 2 punten niet, maar die zijn ook uitdrukkelijk aan de orde gekomen in de werkgroep Planning en Controle. En wij kunnen ons verder vinden in de voorstellen.
Dank u wel, mevrouw Rameman. Meneer Wildvank, Partij van de Arbeid. Ik begin even andersom. Ik kan me goed vinden in de voorgestelde verandering, dus daar stem ik graag mee in. Het gevoel wat ik een beetje krijg bij de twee... Ik was overigens niet bij de behandeling en planning en controle voordat daar een misverstand over ontstaat, maar ik blijf een beetje het gevoel houden dat hiermee de Raad wel op om een aantal punten, zeker als het gaat om grote investeringen en grote leningen die we aangaan, wel wat op afstand komt te staan. De modelverordening biedt andere mogelijkheden en we kiezen er niet voor. Ik kan er goed mee leven, zeg ik er gelijk bij. Ik ga me er echt niet tegen verzetten, maar het was het gevoel wat ik kreeg van hey, de Raad wordt hier op afstand gezet. Dat gevoel ik nog steeds. Dus ik zou er nog steeds voor zijn om dat anders te doen, maar ik kan heel goed tellen. Dus wat mij betreft laten we het zo. En ik ben blij met de steun voor het eerste puntje. Net zo goed tellen als ik, meneer Wildvank. Meneer Royakkers. Dank u wel. Misschien dat het college tegemoet wil komen aan de bedenkingen van de heer Wildvank door twee kleine tussenwoordjes in te voegen. Want zo even hebben we het erover gehad dat de totale obligo, de totale verplichtingen van de gemeente dan niet met dat soort bedragen van 5 miljoen zou uitbreiden. Dus dat zou je nog eventueel tussen kunnen voegen. Dat gezegd hebben, dan ben ik het eens met de notities. Dank u wel, meneer Royakkers. Meneer Veldhuis. Dank u, voorzitter. Ja, wij gaan ook akkoord met de vorderingen zoals die hier liggen. En we gaan ook mee met het voorstel van het PvdA, het eerste puntje, om het college die bevoegdheid te geven voor de onvoorziene. Dank u wel, meneer Veldhuis, wethouder. Grote meerderheid om het eerste puntje van 3 euro aan te passen. Kunt u daarmee instemmen? Ja, zeker. Dat gaan wij doen. En voor de rest, het is volgens mij geheel conform. En dat bevestigt ook wat er hier besproken wordt in de commissie. Geheel conform met hetgeen we in de werkgroep ook met elkaar hebben besproken en hebben afgesproken. Dank u wel. Dat concluderende, dan kan ik zeggen dat dit agendapunt als hamerstuk naar de Raad van 29 mei gaat, waarbij de 3 euro in zijn geheel in handen van het college wordt gegeven. En per inwoner. Ja, onwaarschijnlijk. Daarmee is dit punt klaar. En ik heropen de vergadering. En dan gaan we verder met punt 6 van de agenda. Integrale kindregeling. En de vuurdoop van wethouderuitslag. Opinierend. Afgelopen november 2016 is in de raadscommissie uitgebreid gesproken over het armoede- en schuldenbeleid. Toen is toegezegd goed te kijken naar de besteding van extra landelijk budget voor kinderen in armoede. Daar is nu een plan voor ontwikkeld. Het college stelt voor om toe te werken naar een integrale kindregeling en vraagt om een concrete opinie van de raadscommissie over een aantal opties en mogelijkheden. Het is daarom niet de bedoeling, uitdrukkelijk niet de bedoeling, om nu uitgebreid over de kindregeling te spreken, maar het is de gelegenheid om het college gericht aan de gang te zetten voor de verdere uitwerking. In november komt de definitieve regeling dan weer op de agenda. Ondersteunend ambtenaar, mevrouw Lichtenberg, welkom. Twee ronden, informatief, opinierend en wie mag ik in de informerende ronde als eerste het woord geven. Kijk even rond. Mevrouw Schiphorst, CDA. Dank u wel, voorzitter. We hebben een paar vragen aan de wethouder. We hebben geen voorstellen of suggesties gezien over de doelgroep 18+. Dat zijn volwassenen. Maar die mooie stille landing, zoals we die in het verleden ook hebben gezien. Die zouden we eigenlijk hierbij willen betrekken. We hebben het alleen maar gezien bij de schuldhulpverlening. En we vragen ons af of dat de bedoeling is. En we vragen waarom u mogelijk deze suggestie mee kunt nemen. Dan hebben we een vraag over het ANWB fietsenplan. Bent u daarmee bekend? En bent u bereid om die
op te nemen in de mogelijkheden die onder de kindregeling zouden kunnen vallen. De derde vraag is dat we het bedrijfsleven een beetje missen als mogelijke stimulator of sponsor. Want die zijn vaak bereid om de maatschappelijk verantwoordelijk ondernemen een steentje bij te dragen. En misschien dat u daar nog iets mee kunt. En dan wil ik graag horen of u dat zou willen doen. En we hebben Stichting Leergeld, Fonds Kinderhulp en Stichting Jarige Rob een keer gelezen. Maar die komen verder niet voor in de regelingen, tenminste in de analyse zoals we die hebben gezien. En mijn vraag is, gaat Dalsen daarbij aansluiten? En we waren even benieuwd, want we hebben wel gelezen wat de kleinsmagelden bedragen. Voor Dalsen in ieder geval die 78.890 euro. Maar wat is het totale budget waar we het over hebben? Dat zijn onze vragen, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Schiphorst. Meneer Veldhuis, VVD. Dank u, voorzitter. Even een vraag ten aanzien van, of twee vragen ten aanzien van het Jeugd, Sport en Cultuurfonds. We lezen in de notitie dat de ervaring onder consulenten is dat het gebruik hiervan gering is, doordat er een extra uitvoeringsorganisatie betrokken is die op provinciaal niveau taken uitvoert. Kunt u uitleggen wat u hiermee bedoelt? Wat maakt het gebruik dat het gebruik dan gering is? Een andere vraag die we hebben is, van u geeft aan dat dit als een integraal aanbod in de weg staat. Dat u dan desnoods de uitvoeringskosten voor eigen rekening wilt nemen. Geeft u hiermee aan dan uit de provinciale uitvoeringsorganisatie hiervan te stappen? En onze vraag is dan, kan dat zomaar? En wat is dan het voordeel wat dat ons zou opleveren? Dank u wel, meneer Veldhuis. Verder geen vragen. Meneer Rooijakkers, D66. Ja, dank u wel. Misschien heb ik het gemist, maar in eerdere stukken is sprake van advies bijvoorbeeld van de Nationale Kinderombudsman om uit te gaan met pakketten voor huishoudens met een besteedbaar inkomen onder de norm van 120% van het sociaal minimum. En het was soms 110%, er is ook gesproken over 130%. Kan het college nu zeg maar heel concreet noemen wat nu de bedoeling is voor deze regeling? Dat heb ik niet precies gezien. Dank u wel, meneer Rooijakkers. Voor de rest niet meer uitslag. Aan u de heer. Nou, dank u wel, voorzitter. Dan gaan we maar van Akiet. 18 plus. Ja, daar hebben we nog geen concrete voorstellen voor gedaan. Het flauw is ook al een beetje. Het is nou juist onze vraag aan u of u daar wat mee zou willen. Hè? Maar dat is misschien wat te slap. Het probleem met 18 plus is dat het een groep is die nogal divers is. En dat er een deel is die wel degelijk hulp nodig zou hebben. Hè? Maar daar ook al voor een aanmerking komt via de bijzondere bijstand. En een deel daarvan ook niet. Maar misschien zou daar juist meer die meer gebaat zijn bij maatwerk in plaats van met een generieke regeling. Hè, maar goed, vandaar ook nog geen concrete voorstellen. Andere kant, als u zegt als raad, wij zouden daar heel graag plannen voor zien. Nou, dan komen we daar in november mee terug en nemen ze daar ook in mee. Voor betreft het ANWB fietsenplan, ik ken het niet, dat zeg ik in alle eerlijkheid. Ik weet het niet goed of ze via gemeentes werken of daaromheen. Hè. We hebben meer infrastructuur voor wat betreft armoedebestrijding. Maar ik wil wel toezeggen om dat nader te onderzoeken of dat past en hoe ver dat past. Hè, de uitwerking wil ik ook weer terugkomen in het voorstel straks. En dat geldt eigenlijk ook voor het bedrijfsleven als sponsor, hè, of als stimulator. De bedoeling is dat we eerst bij u ophalen of we de koers goed hebben. En nadrukkelijk is de bedoeling dat ook het bedrijfsleven. Hè, de kindercadeaubon is daar wel in de huidige opzet wat gefaald. Maar wie weet welke opzet we nog meer kunnen vinden. En dan zijn ze juist een cruciale partner. Misschien wel zelfs de leidende partner. Dus we gaan ze zeker betrekken. Wat ons betreft. De regelingen die al bestaan,
Daar hebben we nog geen samenwerkingsverband mee, voor zover ik dat weet. Daar waar het incidenteel nodig is, wordt natuurlijk altijd een optimaal pakket gezocht. Dat ene loket wat we ook voorstellen, gaat er natuurlijk ook vanuit, hè, dat we de regelingen via één loket aan kunnen bieden. En dat sluit ook gelijk aan bij de vraag, volgens mij van de VVD, hoe zit het dan met het jeugdsportfonds of jeugdcultuurfonds? Als we het in eigen beheer gaan doen, kost het ons dan geld of niet? Ja, en wat verdienen we ermee? Nou, de basisvraag is, wat verdient de inwoner ermee die er hulp bij heeft? En onze gedachte is dat we dus minder armoede hebben, doordat we meer gebruik gemaakt wordt van de regelingen. Ja, stap 1 is één loket aan de voorkant. En als dat heel erg moeilijk gaat worden, dan moeten we kijken hoe we dat kunnen organiseren. Want eigenlijk is deze nota van doordrenkt dat we minder bureaucratie willen en meer uitvoering. En meer instrumenten. En welk kostenplaatje daar vast zit, ik heb nog geen beeld daarbij. Maar dat zal dan gegarandeerd in november komen. En dat is ook gelijk het antwoord op het totale budget dat we nu hebben. Misschien dat mevrouw Lichtenberg nog wat kan toevoegen. Aan de andere kant, als je kijkt naar de cijfers, in Dalfsen doen we het niet slecht. Wat dat betreft. Dat betekent dat we ook nog maar een kleine weg te gaan hebben in vergelijking met andere gemeentes. Dat is natuurlijk de andere kant. Maar dat wil ook niet zeggen dat daarmee de gelden die we nu al beschikken voor dit vraagstuk. Nee, laat ik het anders formuleren. Ik vind het toch moeilijk met een schaatje te knippen wat we aan armoede doen en wat we aan stimulering doen. Juist de voorkant ter voorkoming van armoede. Het is één budget, één programma. Maar wie weet dat daar dan een concreet getal aangekoppeld kan worden door mevrouw Lichtenberg, zoals ik vroeg. De kinderombudsman, dat is de laatste vraag die ik heb staan, 120%. Dat is volgens mij een algemeen advies voor alle gemeentes in Nederland. Nou, zoals u weet, we zijn in Dalfsen een van de goedkoopste gemeentes. Misschien wel de goedkoopste gemeente van Overijssel, maar ook van Nederland zelfs. En ik kan me voorstellen, ik kan het niet hard maken hoor, mijn cijfers, maar dat de 110% in Dalfsen nog een stuk verdeliger uitpakt dan 130% in een andere gemeente. Dank u wel. Dank u wel voor uw beantwoording. Ik kijk even verder. Mag ik daarop reageren, voorzitter? Ja, u wou even reageren, want de wethouder heeft een vraag doorgelegd aan mevrouw Lichtenberg. Dus het lijkt me even verstandig dat we haar even dat antwoord laten geven. Dank u wel, voorzitter. Dat is een bedrag van 60.000 euro gemeentelijk budget. En dat is gebaseerd op het aantal kinderen dat een beschikking heeft gekregen, keer de 400 euro voor de kindregeling. Dank u wel voor dit duidelijke antwoord. Mevrouw Schippers, CDA. Dank u wel en ook dank u wel voor de beantwoording, mevrouw Lichtenberg. Ik hoorde wethouder zeggen, we hebben het nog niet over de 18-plussers gehad en ik zou het mee kunnen nemen. En mijn vraag aan u is, wilt u die meenemen en kunt u die toezegging doen? En hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor de ANWB fietsenplan. Dat is via aansluiting met gemeenten dus mogelijk dat u dat kunt onderzoeken. En u gaf aan dat u bereid was dat te onderzoeken. Dus we zijn benieuwd naar uw bevindingen en de aanbevelingen die daar weer uit volgen. Het maatschappelijk verantwoord ondernemen vanuit het bedrijfsleven. Nou, u wilt daar eerst de koers bepalen binnen dit gremium en vervolgens daarbij ook de ondernemers betrekken. Nou, van harte juichen we dat toe. En hetzelfde geldt over de samenwerking met die Stichting Leergeld, Fonds Kinderhulp en Stichting Jarige Job. Om ook daarin dit mee te nemen in de hele regelingen die we hebben. En nog even over die 120% zoals de kinderombudsman dat geadviseerd had. We hebben in november gevraagd om een onderzoek en analyse van de percentages en wat zou het betekenen. Daar hebben we antwoord op gehad, gemeentebelangen en wij hebben dat gevraagd. En we hebben daarna gekeken en het bedrag wat daarin dan als meer, hoe moet ik het goed zeggen, meer uitgegeven gaat worden is ongeveer gelijk aan het budget wat nu per kind uitgegeven gaat worden. Terwijl we als we bijvoorbeeld wonen in Utrecht zijn we veel meer euro's kwijt aan de basis, waardoor je
dat percentage niet goed kunt duiden richting het Dalsense situatie van een kind. En ik probeer het maar uit te leggen zoals ik het begrepen heb. Maar meneer Royakkers, die popelt. Ik ben benieuwd naar uw reactie. Nou, ik denk dat u uw opinie al gegeven hebt, mevrouw Schiphorst. Wilt u daarop reageren, meneer Royakkers? Was het 1 of 2 termijnen, voorzitter? Twee termijnen, dus mevrouw Schiphorst is begonnen met haar opinie. Ja, dacht ik ook. Maar ik wil nog een keer in de eerste termijn nog een keer die vraag nog even duidelijk stellen. Want volgens mij ging het niet over inderdaad 110% of 120% van het minimum, maar van het basisinkomen. Dat is een ander begrip. Maar mijn vraag was vooral gericht op het feit van, heeft de gemeente nu hier in dit stuk een keuze al voor liggen? Gaan ze op die 120% zitten, op 110% of 130%? En zo ja, waarvan? Dat was mijn vraag. Een wethouder? Het is volgens mij een van de vragen die geformuleerd wordt in het raadsvoorstel aan u. Duidelijk. Dan gaan we verder met de opinie en wie mag ik als tweede daarvoor het woord geven? Meneer Kleine-Koerkamp, ik wil graag mijn weg vervolgen wat dat aan gaat. Sorry, ik dacht dat u klaar was. Nee. Vandaar dat ik doorging naar meneer Royakkers. Maar als u uw weg wilt vervolgen, prima. Ik begreep het uit uw bewoordingen. Maar wij vinden dat alle kinderen meetellen en u gaf aan om gericht te reageren op de vragen die zijn gesteld. 1 op de 8 kinderen groeien op in relatieve armoede en dat is voor ons acceptabel. En dat hebben we in november ook al aangegeven. Het is voor het CDA een belangrijk onderwerp, want kinderen moeten de kans krijgen zich volledig te ontplooien en ook volledig mee te kunnen doen aan de maatschappij. De huidige regelingen zijn geïnventariseerd en we willen een integrale regeling opzetten die ten goede komt aan de kinderen. Complimenten en waardering voor de opstelling en voor de analyse die is gegeven. En dan over de kaders en denklijnen waar wij onze reactie op willen geven. De kindercadeaubon die voorziet in een behoefte. Alleen de uitvoering vraagt om een alternatief en een onderzoek is een goed plan. En we willen dat u scherp blijft op de kosten. Want elke euro die gaat naar een systeem is een euro minder voor de kinderen. En we hebben destijds bij de invoering van de kindercadeaubon de valkuilen benoemd. En dan met name in de zin, voorkom die. Maar we zijn er wel ingevallen. Dan over de één loketgedachte, die kunnen wij van harte onderstrepen. En of het jeugdsportfonds en het jeugdcultuurfonds integraal wordt aangeboden of dat we het zelf gaan uitvoeren. Voorop staat, wij willen bureaucratie voorkomen. We moeten moeilijke aanvraagprocedures schrappen en meerdere keren dezelfde informatie aanleveren, moeten we voorkomen. En dat zijn belangrijke aandachtspunten voor u om in de uitvoering op te pakken. Samenwerking en vereenvoudiging van de aanvragen is één van onze kaders. En zoveel mogelijk kinderen, ook uit gezinnen van kleine zelfstandigen, MKB'ers, ZZP'ers of ZP'ers tegenwoordig, agrariërs te betrekken, kan rekenen op onze steun. En het is fijn te horen dat onze vraag om aandacht voor kinderen van deze groepen een opvolging krijgt. Sociale uitsluiting bij kinderen in armoede tegengaan. En dat daarbij wordt rekening, of zou rekening moeten worden gehouden met de 4 factoren die daaraan ten grondslag liggen. Een stukje theorie is daarbij gegeven. En we kunnen daarin, als we die 4 factoren lezen, begrijpen waarin we in ieder geval de kinderen willen ondersteunen bij die sociale uitsluiting. En dat betekent naleven van centrale normen en waarden in de samenleving, het tekort aan materiële zaken, rekening houden met de sociale participatie, we moeten kunnen ontplooien en ontwikkelen. En de sociale grondrechten zoals die er zijn. Dan over de cijfers van het regionaal inkomensonderzoek, die spreken voor zich. En die geven ook aan dat het aantal kinderen met kans op armoede in de leeftijdscategorie bij de 12 tot 18-jarigen zal gaan toenemen. En daarom vinden wij het een goede keuze om speciaal voor deze leeftijdscategorie in de nieuw te ontwikkelen regeling deze mee te nemen. Doelgericht probleemoplossend handelen en een focus op langere termijn ontwikkelen bij jonge kinderen en dat moet door het inzetten van gerichte interventies. Begeleiding naar economische zelfredzaamheid, daar gaat het om. En dat kan alleen oplossingen bieden voor lange termijn.
En dat duwt je in de goede richting. In de notitie wordt het nutjes genoemd. Om bewust of om onbewust te sturen en directe hulp aan te bieden. En dat is een middel om bandbreedte te kunnen creëren, zodat die financiële druk wordt verminderd. Taalgebruik aanpassen, boodschap aantrekkelijk maken, persoonlijk maken, tijdsgebonden aanbieden. En dat heeft effect. En wij zeggen daarom doen. Neem het op in de regeling. Er zijn nogal wat vragen aan ons gesteld, hè? Vandaar ook mijn grote input. Vanuit de verschillende maatschappelijke organisaties is van wezenlijk belang om alles en iedereen in de goede basishouding te kunnen zetten. Om het optimaal uit te kunnen voeren. En we hebben de input en aanbevelingen van een aantal al gezien. En dat is ook goede input. De scholen hebben een cruciale rol. En daarbij willen we eigenlijk ook nadrukkelijk de mbo-scholen noemen. Wij moeten voorkomen dat omwille van geld een vervolgopleiding wordt uitgesteld of zelfs wordt gestaakt. En we zijn ook benieuwd naar de input van de andere organisaties, ervaringsdeskundigen, met name de kinderen en de instellingen. Het doorbreken van generatiearmoede kan worden gedaan door ervaringsdeskundigen in te zetten. Die kloof tussen de leefwereld van het huishouden en de systeemwereld van allerlei organisaties moet worden overbrugd. En het is een goed middel om te signaleren en het gevoel van die grote boze buitenwereld om te zetten in het accepteren van hulp en het gebruik maken van regelingen. Dan over de financiële bewustwordingen. Het is goed om goed om te kunnen gaan met je budget. En dat moeten we als leerdoel op de scholen inzetten. Er zijn zoveel leerprogramma's die daarover gaan. En wij stellen voor om dat zo mogelijk weer in samenwerking met het bedrijfsleven en de banken te doen. Aan de voorkant. Preventie dus. Zoveel mogelijk mensen bereiken. Dat gaat over de communicatie. En dat bereik is nu vaak nog onvoldoende. En dat kan door die onbekendheid met de regelingen. Het denken er geen recht op te hebben. Ingewikkelde procedures. Schaamte, trots of taalprobleem. We zeiden al eerder. Maak daarom ook gebruik van onze ogen en oren in de wijken en kennen. Met alle organisaties, instellingen, scholen, kerken, de cultuurhuizen. Ze zijn geen verlengstuk van de overheid, maar samenwerken, dat is essentieel daarin. Het gaat er niet om wat we bedenken, maar het gaat erom wat we doen. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Schiphorst. Mevrouw Kappert, gemeentebelangen. Dank u wel, voorzitter. Bedankt voor een mooi omschreven opzet voor een integrale kinderregeling in de gemeente Dalfsen. Alle kinderen tellen mee. Dat is de titel van het stuk en dat is een heel mooi uitgangspunt. Wij stellen dan ook voor om dit gemeentebreed aan te vliegen en de risicogroepen goed in het oog te houden, maar voorzichtig te zijn met het focussen op een specifieke doelgroep. Voor alle kinderen is het belangrijk dat er in de basis voldoende middelen zijn om gezond op te groeien. In een omgeving die stimulerend is. Want alle kinderen tellen mee. Belangrijk hierbij vinden we tevens dat er aandacht wordt besteed aan het vergroten van het bereik, de communicatie. Hoe krijg je de kinderen in beeld? De scholen zijn daarbij cruciaal. En dat zijn niet alleen de scholen binnen de gemeentegrenzen, maar ook de scholen voor speciaal basisonderwijs buiten onze gemeentegrens, waar kinderen uit onze gemeente naartoe gaan. Of de middelbare scholen. Op scholen worden signalen gezien en hier moeten de mensen weten wat ze kunnen doen om te helpen en waar ze kunnen aankloppen. Dus dat vergroten van het bereik, heel belangrijk wat ons betreft. De gedachte van één loket, zeer sympathiek. De administratieve last voor de aanvragers moet zo min mogelijk een last vormen. En vaak is die al te groot. Elk formulier extra is een drempelverhogend iets. Dan het herzien van het systeem van de kindercadeaubon. Dit kan op onze sympathie rekenen als daarmee het stigmatiserend effect verdwijnt. Daarbij verdient het de voorkeur voor ons om de voorzieningen in natura te verstrekken en de gelden, zo mogelijk, direct naar de dienstenverstrekkende organisaties over te maken. Zoals dat nu eigenlijk met het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds ook gebeurt. Op die manier is het stigma eigenlijk er niet. Begrijp ook dat dat niet de meest handige constructies zijn, maar misschien is daar iets op te vinden. Tijdens de bespreking van het armoedebeleid in 2016 hebben wij reeds en samen met CDA gepleit
voor in ieder geval een calculatie om te kijken wat het ophogen van de inkomensnorm tot 120% betekent voor de kindregeling. En met name wat die betekent in kosten. We willen hem nogmaals onder de aandacht brengen, al is dat misschien niet helemaal het punt van discussie op dit moment. Maar we willen hem wel meegeven, want mevrouw Schippers deed net een poging om uit te leggen dat, en ik vertaal hem even vrij, de koopkracht in Dalfsen misschien wat anders ligt dan die in Utrecht. Ik ben ervan overtuigd dat als wij de kinderombudsman volgen in zijn pleidooi, dat we op die manier ervoor kunnen zorgen dat geldzorgen niet in de weg staan van de ontwikkeling van het kind. En dat moeten we voor ogen hebben. Dat die kinderen zich ongestoord kunnen ontwikkelen en zo optimaal mogelijk. En alleen wanneer ouders geen extreme geldzorgen meer hebben, zijn zij in staat hun aandacht te richten op andere belangrijke zaken, zoals bijvoorbeeld de opvoeding van hun kind. En daarbij wordt ook gemeld in het stuk dat kindregelingen de armoedeval voor minima niet vergroten. Dus wat houdt ons dan nog tegen, zou ik denken? Dan kun je nog praten over dat de armoedeval een belemmering kunnen zijn voor het aanvaarden van werk. Nou, daar zijn we absoluut niet voor. Dat moet niet het effect zijn. Maar ook daarvan is aangetoond dat het veel minder vaak een belemmering is dan dat er aanvankelijk gedacht werd. Dus misschien moeten we niet romser willen zijn dan de paus. Wij denken dat het goed is om de Jette Kleinsma middelen voor dit jaar in te zetten voor het vergroten van het bereik en het ontwikkelen van een minder stigmatiserend en fraudegevoelig systeem voor de kindercadeaubon. Uitgangspunt daarbij is dat het geld vooral ten goede moet komen aan de kinderen, dus niet meer dan nodig naar het systeem. Het raadplegen van ervaringsdeskundigen en dan zowel volwassenen als kinderen is daarbij een pre. En daarmee onderschrijf ik nog steeds de gedachte in het stuk dat er veel meer mensen geraadpleegd gaan worden. En nogmaals, één loket. Laten we dat vooral bewerkstelligen. En daarmee wil ik het beëindigen. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Kappert. Meneer Rodenburg, Rode Boog. Dank u wel, voorzitter. ChristenUnie, moest even wennen. Ja. Ik vervang niet alleen Rietje, maar Rietje heeft, of mevrouw Lasje. Maar ik heb ook goede inputvragen gekregen. Dus de spanning die erop zit, zit niet zozeer voor de inbreng van vanavond, maar als ik verantwoording aan mevrouw Lasje moet afleggen. Wij hebben kennis genomen van de nota. Een eerste opzet, maar wat ons betreft een stevige eerste opzet waar wij blij mee zijn. En wat een goede aanzet is voor dat alle kinderen meetellen. Wij gaan even een aantal zaken noemen. De goede punten. Integraal werken ondersteunen wij. Wat wij belangrijk vinden, dat er goede inspraak is van organisaties. We hebben een aantal organisaties gezien. We zijn enthousiast over wat er al in staat. En we zijn ook erg benieuwd naar de organisaties die nog worden gevraagd en die nog een input geven. Voor ons als ChristenUnie is dat heel belangrijk. Wij steunen het één loket gedachte. De kleingeldbedragen moeten ook vooral aanvullend worden ingezet. Wij zijn ook eens met het zoeken van een alternatief voor de bon. Daar is al veel over gezegd. Dat willen wij steunen. En waar wij ook positief over zijn, is het beschikbaar stellen van maatwerkbudget voor de SKT's. Dat zijn de punten die wij als positief willen meegeven. Wat geldt natuurlijk is dat we hier spreken over een regeling die toch een symptoombestrijding doet. Want het belangrijkste is natuurlijk dat er geen armoede is. En daarom moet er structureel aandacht zijn voor werk en voor scholing. En wat we hier doen is belangrijk. Daarom ook een goede nota. Maar dat moeten we niet uit het oog verliezen. Er is naar gevraagd. Wij vragen aandacht voor de regelingen voor 18 tot 23. Dus prima wat er nu in de nota staat. Maar vergeet die doelgroep van 18 tot 23 niet. Die zien we graag terug. En laat die ook aansluiten op de regelingen zoals die er zijn voor 18, van 12 tot 18 jaar. Het is al genoemd, wij willen daar nog wel iets steviger in zitten, dat wij graag naar die 120% grens willen gaan. En misschien zelfs naar 130%. Dat is door gevraagd door de wethouder. Dat steunen wij van harte. En wij verzoeken ook om in de definitieve nota daar invulling aan te geven. En als je ook kijkt naar het document, het is een stevig document. Punt 6 geeft ook heel erg aan, hè, van het stuk.
dat het van belang is dat met name die kinderen ook geen geldzorgen moeten hebben, dat dat vergaande consequenties heeft. Dus nogmaals 120 tot misschien wel 130%. We zijn blij met de nota. Wij zien heel erg uit naar de nota die komt in oktober, de definitieve, waarin wij veel belang hechten aan ook de inspraak van zowel de organisaties, maar er worden ook de suggesties gedaan om met de doelgroep in gesprek te gaan. En daar gaan wij dan met veel belangstelling naar kijken. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Rodeboog. Meneer Rooijakkers, D66. Ja, ik had geprobeerd om vlak na mevrouw Kappert aan het woord te komen, maar meneer Rodeboog die zit er vlakbij. Want dan had mijn voornemen was om te zeggen, ik sluit mij bij haar spreekbeurt aan. Ongeveer voor 90% kunt u nog doen. Zegt. Dat doe ik nog steeds, maar dan kan ik het wat korter houden, voorzitter. Dan bent u altijd de voorstander van. We vinden het een mooi stuk. Alle kinderen tellen mee. En ik herinner nog een keer aan de motie die we als D66 in het najaar van vorig jaar hebben gewacht over de zeer jonge kinderen. En wat dat betreft is het natuurlijk zo dat we aan symptoombestrijding doen, maar je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen. Want als kinderen één keer in dat circuit zitten, is het moeilijk om ze eruit te halen en voorkomen is beter dan genezen. Daar vinden we ook dingen van terug in dit stuk, waarvoor dank. D66 heeft ook een voorkeur voor integrale kindregelingen en niet voor allerlei losse onderdelen, dus hulde daarvoor. En de kleinsmaargelden ook niet gebruiken voor verdringing van bestaand beleid, dus dat staan wij ook achter. Hier en daar vinden we nog wel in het huidige beleid erg veel aandacht voor de kindercadeaubon en allerlei materiële oplossingen. Natura heeft de voorkeur. Maar ook in hoofdstuk 4 van deze mooie notitie, en ik citeer, kinderarmoede is meer dan een financieel probleem. En dat is ons ook uit het hart gegrepen. Het is niet alleen financiën. We hebben daar ook vorig jaar over gesproken. En ook in hoofdstuk 6 van de notitie staat hier het een en ander over vermeld en dat vinden wij prima. Er blijkt ook dat de inbreng van de maatschappelijke organisaties, die hebben ook erg veel focus op de materiële kant. Dat snappen wij soms niet. Dan moet er over een dure schoolagenda worden gesproken, omdat er anders stigmatisering zou zijn. Of merkkleding. Nou, er wordt in hoofdstuk 8 worden suggesties gedaan voor best practices. Ook uitstekende punten. Kinderen erbij betrekken. We begeleiden naar economische zelfredzaamheid. Maar ik zou zeggen ook weerbaarheid. Kinderen moeten ook voor zich op kunnen komen als ze toevallig een agenda hebben die ze zelf met plaatjes verrijken. Of op een andere manier. Dus niet te veel op die financiële kant. En ik als laatste wil ik nog een keer terugkomen op mijn eerste vraag over de 120 of 130% wethouder. U wijst ernaar dat misschien elders het leven goedkoper is, maar al in eind vorig jaar in de commissie citeer ik de fractie van gemeentebelangen dat de fractie ziet graag de inkomensgrens voor ouderen en kindregelingen opgehoogd van 110 naar 130% van het minimuminkomen en verzoekt het college consequenties hiervan in beeld te brengen. Letterlijke tekst uit de besluiten. En ik herinner me ook dat volgens mij raadbreed het gevoel was dat als we het konden betalen, dat we dan voor jeugdregelingen toch naar minstens 120% zouden moeten gaan. Dus ik zou al graag willen, wethouder, dat u niet zo gemakkelijk zegt van ja, 110% en zeg het maar. Maar reken het eens uit en ik hoop dat het ook echt gaat lukken in Dalfsen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Rooijakkers. Voorzitter, mag ik daarop reageren? Mevrouw Kappert. Dank u wel. Er is een beantwoording op het RIS geplaatst. Ik weet niet of u die heeft gezien naar aanleiding van onze vragen die wij gesteld hebben destijds bij het armoedebeleid. Misschien goed om die nog even op te zoeken, want daar is wel een calculatie gemaakt. Maar die is dusdanig ruw dat daar niks aan opgehangen kan worden, is mij meegedeeld. Dus er moet een nieuwe komen? Mevrouw Kappert. Men spreekt over een zorgvuldig onderzoek met ook weer de nodige kosten. En dat stuit mij nogal tegen de borst. In de discussie verneem ik dat het nog in behandeling is. En misschien dat de wethouder daar dan nog op terug kan komen. Meneer Wildvang, Partij van Arbeid. Ja, dank u wel. Ik zal ook proberen het kort te houden. We zijn erg blij met de notitie. Ziet er goed uit. Serieus opgepakt en natuurlijk op onderdelen van mening verschillen, maar dat doet niet af aan de waardering voor de notitie. Integrale aanpak spreekt ons zeer aan en als dat ook nog leidt tot een stukje vereenvoudigen, is dat helemaal mooi meegenomen.
Doelgroep 18PLUS blijft dan wel een lastig onderwerp. Wat voorkomen moet worden natuurlijk is dat jongeren als ze jarig zijn geweest in één keer uit beeld raken. Omdat ze dan als volwassenen worden aangemerkt. Dat aspect van het overgang van de jeugdkant naar de volwassenenkant, problemen houden niet op dat moment op. Dus daar moet wel even goede aandacht voor komen. En dat is een lastig aspect, dat begrijp ik heel goed. Maar daar zal wel aandacht voor moeten komen. Ja, wat betreft die inkomensgrens, daar is natuurlijk al het een en ander over gezegd. Het blijft een puntje van aandacht. Nu is dat voor de kinderen 110% van het bijstandsinkomen. Wij zouden toch het liefst zien dat we daar wat ruimhartiger in optreden. En in het bijzonder voor de kindregeling. Daar hebben we ook in het verleden natuurlijk hier een paar keer aan de orde gehad. En ik zou de suggestie willen doen om daar gewoon 130% voor te lezen. Ik hoor nu 120% hier en daar verschijnen. Omdat de kinderombudsman dat gezegd heeft. Ik zou willen voorstellen 130%. Maar ik zou eerlijk gezegd ook moeten toegeven dat ik al heel blij zou zijn met 120%. Want het is iets waar we als Partij van de Arbeid al jaren om hebben gevraagd. Dus het zou heel mooi zijn als dat er nu van komt. Ik snap ook heel goed de weerbarstigheid van de materie bij de uitvoering van de cadeaubon. Ik heb ook wel gelezen wat daar voor ongemakkelijke gesprekken soms ontstaan. En ik snap daar ook hoe dat kan voelen. Ik vond de suggestie van de jeugdconsulent om iets te doen met een webwinkel of iets dergelijks, waarbij het vraag- en aanbodspel zich wat meer anoniem afspeelt. Dat vond ik wel een goede suggestie. In ieder geval, anoniem is misschien niet het goede woord, maar buiten het zicht van de grotere groep. En het is ook een platform waar jongeren natuurlijk zich eerder thuis zullen voelen. En daar hebben we het hier wel over. Nou, initiatieven als de speelgoedbank, die kunnen wat ons betreft ook niet voldoende ondersteund worden. Dus als er ergens focus op moet komen, dan zijn er dat soort initiatieven, denk ik, waar we ook vooral naar moeten kijken. Nou, voor het overige blijf ik even bij het begin. Ik vind het een hele mooie notitie. We zijn er erg blij mee. En we zien het vervolg graag tegemoet. Dank u wel, meneer Wilsvank. Meneer Veldhuis, VVD. Dank u, voorzitter. Als eerste, wij zijn natuurlijk voor een integrale kindregeling. Integraal om te voorkomen dat we straks door de verschillende regelingen het kind niet meer zien staan. Dit zal dan ook het uiteindelijke doel moeten zijn. De voorgestelde één loket aanpak is wat ons betreft dan ook de stip op de horizon waar we naartoe moeten werken. Als we dan vervolgens naar de kaders gaan kijken die in het raadsvoorstel staan, hebben we ook een aantal punten meegenomen. Als eerste het punt van de leeftijdsgrenzen. En daar worstel ik een beetje mee. Want aan de ene kant heb ik zoiets van, ja, als je kijkt naar de leeftijdscategorie van 0 tot 18, ja, daar hebben we het over. En als je de categorie ernaast nog gaat bedenken, dan ben je het overzicht kwijt. Dus ja, dat vind ik een lastige. Maar ik snap ook heel goed, wat de heer Wildvank ook net aangaf, van die groep 18PLUS, die moet je niet uit het oog gaan verliezen. Want daar de problemen lossen zich niet op als je op het moment dat je 18 wordt. Maar ik denk dat de wethouder daar vast wel een mooie iets voor kan verzinnen en bedenken. De inzet van middelen in natura heeft wat ons betreft indien mogelijk de voorkeur, zodat we zoveel mogelijk middelen gaan inzetten daar waar ze ook voor bedoeld zijn. Daarmee ga je ook eventueel mogelijk misbruik tegen. Het inzetten van middelen als impuls voor communicatie is wat ons betreft ook prima. Het blijkt immers dat goede communicatie met de doelgroep nodig is om ze te bereiken en dat dit nu niet goed gaat. Ten aanzien van de samenwerking met en tussen externe partners zien we dat u bezig bent om ze bij dit proces te betrekken. Dat is goed om te zien. We zien ook al in het plan al input van deze partners terugkomen. We lezen nog niet wat u hiermee gaat doen, maar ik neem aan dat u hier nog op terugkomt in het vervolgtraject. Eén externe partner ontbreekt wat ons betreft nog, dat is de provincie Overijssel. U geeft zelf aan dat zij deels bepalend zijn voor het succes van de integrale kindregeling. Het lijkt ons ook van belang om ze hierbij te betrekken. Om het bereik van de regeling te vergroten is inzet van communicatiemiddelen, zoals net al gezegd, van groot belang. Het lijkt ons belangrijk om via de kinderen erachter te komen op welke wijze we de doelgroep en de ouders kunnen bereiken. U gaat ze nog spreken, dus u kunt het daarin meenemen. Ik heb zelf al wat dingen gezocht op internet en daar kom ik ook wel een onderzoek tegen. En daar blijkt dat jongeren nu vooral in de media leven. Gemiddeld besteden ze 6,5 uur per dag aan media. Dus ze zijn goed te bereiken op die media. Uit hetzelfde onderzoek blijkt ook dat ze steeds meer geïnteresseerd zijn in de lokale omgeving. Dus ze gaan van globalisering naar lokalisering.
En iets wat hierbij gebruikt kan worden is bijvoorbeeld storytelling. Laat andere jongeren een verhaal doen. Laat ze zien wat je te bieden hebt voor ze. En vervolgens kunnen zij bijvoorbeeld naar hun ouders gaan. Wij vragen ook, wat ook al gezegd is hier verder in de raad, het college om alternatief voor de kindercadeaubon te onderzoeken. Ik heb hier niet 1, 2, 3 een pasklaar antwoord op van wat het dan zou moeten zijn. Maar ik denk wel dat het goed is om te gaan kijken naar een alternatief te gaan zoeken. Wat ons betreft blijft de huidige inkomensgrens, die 110%, voorlopig gehandhaafd. En dat heeft vooral mee te maken dat het nu nog niet duidelijk is wat de kosten zijn op het moment dat we naar 120% gaan. Graag zien wij van de wethouder een goede doorrekening tegemoet en op basis daarvan kunnen we dan een besluit nemen. Voor de rest wensen we het college succes met de verdere uitwerking. Dank u wel, meneer Veldhuis. Dan komen we aan het eind van deze openerende ronde. Ik heb de wethouder in zijn beantwoording in de informerende ronde een tweetal toezeggingen horen doen. Dat betreft het ANWB fietsengeld en het bedrijfsleven. Om dan de zaak samen te vatten. Als ik daaraan begin, dan denk ik alle suggesties die in de verschillende opinies doorwrocht waren, dat ik er ongetwijfeld wat vergeet. Maar wethouder, zou u geen samenvatting, maar een kleine conclusie hoe u verder met al deze raadgevingen gaat richting het voorstel in oktober? Ja, dank u wel, voorzitter, voor deze uitdaging. Nou, misschien wel goed om toch als hoofdconclusie. Nee, ik heb unaniem gehoord dat er complimenten zijn voor het stuk wat voor ligt. Ik vind het goed om dat toch ook even in te nemen als college, hè, hoewel ik daar dus niet aan bijgedragen heb, maar wel mag verdedigen. Dus de complimenten naar degene die het hebben opgesteld wat mij betreft. En verder hoor ik een breed draagvlak voor integraliteit, zoals die is weergegeven in deze notitie. Met een nadrukkelijke aandacht voor communicatie, dus het vergroten van het bereik van deze integrale kentregeling als die er gaat komen. En ik hoor daarbij nadrukkelijk de betrekking van partners in de uitwerking daarvan, inclusief de kinderen en storytelling wat de VVD zojuist aanhaalde. Erg mee eens, ga ook mee aan de slag. En de kindercadeaubon, een nieuwe versie, heb ik eigenlijk ook van alle fracties ondersteuning gehoord om daar een verbeterde versie van te gaan maken. De webshop vond ik een aardige suggestie ook daarbij. Eigenlijk voor wat betreft communicatie en de kindercadeaubon. In lijn met de gedachte dat de kleinspaargelden ook dit jaar eigenlijk wel moeten worden uitgegeven. Of een deel daarvan. Zou ik aan de raad wel willen vragen. Dat is misschien een afwijking wat hier staat. Of wij daar vast al wat mee aan de slag kunnen. En niet moeten wachten tot november. Want dan hebben we nog maar 1 maandje om dat geld weg te zetten. Dat vind ik wel jammer. Hè? Dus kunnen het is wat oneigenlijk vraagje, besef ik mij het drommels goed, maar wie niet waagt, wie niet wint. En verder heb ik daarbij ook het in natura gehoord. En ik denk dat het goed is om inderdaad juist de kinderen niet de dupe te laten worden van wat er speelt. Hè. De gemeentebelangen haalden het dus juist aan dat het niet zo mag zijn dat kinderen de dupe worden, als ik het goed geciteerd en geschreven heb, van de geldzorgen. En dus de ontwikkeling van de kinderen daar niet van mogen leiden. En of het dan 120% of 110% moet worden, er is inderdaad een notitie geweest. Die is in het voorjaar op het RIS gezet. Even uit mijn hoofd, een hele grove doorrekening, omdat niet goed bekend is hoe groot de groep mensen is die gaat vallen. En die extra 10 of extra 20%. Gaf wel aan dat het in één klap de hele kleinsmaatgelden opsnoepte. En de vraag is even of wij dan misschien die gelden ook aan communicatie willen uitgeven, want dan hebben we dus een probleem. Of dat we het geld uit willen geven aan een kindercadeaubon die misschien beter moet worden uitgewerkt. Of moet worden uitgegeven aan een combinatie met het jeugdsportfonds enzovoort. Dus ik wil in november daar wel over de besteding van die gelden wel even apart terugkomen en ook welke norm handig is. Waarbij ik ook nadrukkelijk de term maatwerk een aantal keren heb gehoord. En dat ik denk wel als leidraad wil vasthouden. En dat we denk ik ook dezelfde lijn vasthouden bij 18+.
daar waren inderdaad een aantal problemen geld. Daar worden mensen ook volwassen geacht te zijn. En daar hebben ze een aantal regelingen waar ze op kunnen terugvallen. Een aantal ook niet. Hè, maar om nog generieke maatregelen gaan verzinnen voor een kleine groep mensen vind ik wat spannend. En ik kan me voorstellen dat via de bijzondere bijstand veel meer maatwerk kunnen gaan leveren. En ze daarmee ook meer in zicht te houden. Hè, want na 23, elke grens is arbitrair en elke grens gaat daarmee een probleem oplossen. Maar voorzitter, ik heb hem de uitgebreide suggesties ook wel genoteerd. Dus die nemen we allemaal wel mee. Maar ik denk dat ik hiermee een aardige samenvatting gegeven heb. En zo niet, dan hoor ik dat graag. Ik vond hem... ik had geen samenvatting gevraagd. Ik had een... maar oké, okay, prima zo. Ook prima dat, ja, dat u de lof die u krijgt van de verschillende fracties tot zich neemt wat betreft het stuk. Wat uw suggestie betreft, wat het kindercadeaubon betreft, het is niet de gebruikelijke weg. Maar u wilt er eigenlijk niet mee wachten tot oktober, november. Zijn er fracties die op deze suggestie van de wethouder tegen zijn? Dan hoor ik dat graag op dit moment. We kunnen misschien een hele korte slag maken, al is dat misschien niet de geëigende weg. Als het geld er is, moet ik het uitgeven en niet vasthouden. Ja, u vroeg wie het teken was voor. Maar wij zijn er dus ook voor, maar ik ben er ook voor dat de wethouder met een positieve grondhouding kijkt naar het verhogen van de norm. Want als ik goed heb geluisterd, zijn vrijwel alle fracties daarvoor. Ik heb van alle fracties gehoord, voorzitter, als ik mag, dat ze daar positief tegenover staan. Maar ik heb ook gehoord dat we de gelden maar één keer uit kunnen geven. En dat er dan keuzes moeten worden gemaakt. Maar die kom ik echt mee terug in november. Mag ik daar nog een keer op reageren, voorzitter? Ja, mevrouw Kappert. De kleinsmaagelden, daar hebben we het nou over. Hè? Die 120% die hebben wij in het kader van het armoedebeleid, of eigenlijk 130%, gevraagd om te onderzoeken wat de effecten daarvan zijn. En de vraag is of we daar de kleinsmaagelden voor in moeten zetten, of dat misschien binnen de begroting van het sociaal domein past. Dus ik zou ze wel graag uit elkaar trekken. En de kleinsmaagelden voor de integrale kindregeling aanwenden. En als we zeggen die inkomensnorm ophogen, kijken of dat binnen ons budget kan. Ik denk dat we op dit moment te snel gaan om er op dit moment een klap op te geven. En misschien dat dit in de tweede bestuursrapportage de geëigende weg is om het daar even met elkaar over te hebben. Daarmee sluit ik dit. Of wilt u nog reageren, wethouder? Ja, wellicht is dat te laat, de tweede bestuursrapportage. We praten over niet zo lange termijn bij de perspectiefnota. En misschien dat dan de suggestie van mevrouw Kappert kan worden meegenomen en kan worden betrokken. Ik zei trouwens tweede bestuursrapportage, maar ik bedoel de eerste bestuursrapportage, excuus daarvoor. Dus, de eerste bestuursrapportage die is in juni. Dus dat is over een maand. Dus dan kunnen we daar prima op terugkomen. Dan zit u binnen in de maand. Ja, ik vertaal het even als perspectiefnota, omdat we dan praten over structurele middelen en dus ook voor de komende jaren. Maar we verstaan elkaar goed, denk ik. Akkoord. Daarmee denk ik dat we dit agendapunt... Voorzitter, ik wil één correctie maken. Ik heb een fout in mijn tekst gemaakt en die vind ik het vermelden waard om te corrigeren. Ik heb gezegd dat 1 op 8 is voor ons, ik zou hebben gezegd acceptabel, maar dat is voor ons onacceptabel. Neem me niet kwalijk daarvoor en ik wil het hierbij rechtgezet hebben. Komt er in ieder geval goed door de band. Daarmee sluit ik dit agendapunt. En gaan we verder met punt 7. Analyse, missie en visie bij uitstek Dalsen. U hebt lang moeten wachten, burgemeester. Maar het is uw agendapunt. Openierend. De raad heeft in het gezamenlijk raadsdocument opgenomen dat actualisatie van de bestuurlijke missie en visie zinvol is. Het presidium heeft het college verzocht om de uitwerking daarvan in twee fases op te pakken. De eerste stap is een analyse van het huidige missie en visie op tekortkomingen en verwachtingen. Als voorbereiding op de tweede stap
waarin de nieuwe raad aan de slag gaat om te komen tot een nieuwe missie en visie. Van de raadscommissie nu wordt gevraagd om zich uit te spreken over de analyse en over het proces, waarbij het natuurlijk ook goed mogelijk is dat verschillende fracties ook zelf trends en aandachtspunten meegeven. Behandeling in twee ronden, informerend en opinierend. En wie mag ik in de informerende ronde het eerste het woord geven? Meneer Nijkamp, ChristenUnie. Ik heb een vraag over hoofdstuk 4, de inleiding daarvan. Daar spreekt het college uit zich goed uit de voeten te kunnen met de centrale missie zoals we die tot nu toe hebben. En dan staat er vervolgens een zin achter die niet helemaal kan plaatsen. En die luidt: een ontwikkelingsgerichtere visie zou mogelijk inspirerender en prikkelender werken. Maar wat wordt nou met die ontwikkelingsgerichtere visie benoemd? Want ontwikkelen is het kernwoord in de huidige visie. Dus wat wordt hier nou mee bedoeld? Dank u wel. Dank u wel, meneer Nijkamp. Verder niet. Meneer Noten. Het belangrijkste in die zin die de heer Nijkamp, voorzitter, naar voren brengt, is dat we ons eigenlijk heel goed in de huidige missie en visie kunnen vinden. Het is ook de reden waarom we eigenlijk met moeite het hebben over tekortkomingen. Het is natuurlijk wel zo dat bij het ontstaan van die missie en visie er gewoon informatie niet beschikbaar was. Of inzichten niet bestonden. Daar hebben we tijd voor nodig gehad. Als het gaat om demografische ontwikkelingen, maar als het gaat om maatschappelijke trends. Dat is ook exact wat we bedoelen met ontwikkelingsgerichte visie. Dat je een visie maakt waarin je wel jezelf de ruimte biedt om tussentijds belangrijke nieuwe trends toe te voegen aan die visie, aan die missie en de visie. En te bezien wat daar de mogelijke effecten van zouden kunnen zijn op uitvoeringsniveau, op beleids- en uitvoeringsniveau. En zo is die hier bedoeld. Dus in essentie is die prima. Maar soms gebeurt er iets, eigenlijk meestal gebeuren er dingen die je niet had voorzien. Die moet je eigenlijk gewoon, als het ware, modulair kunnen betrekken in een aanpassing van je missie en visie op het moment dat er nodig is. Wij vinden het nu eigenlijk te star. Je maakt zo'n ding en 5 jaar later maak je een nieuwe. Dat is eigenlijk raar. Je zou ook gewoon af en toe kleine dingetjes moeten kunnen toevoegen. Zo is dat bedoeld. Maar de eerste vind ik misschien echt het belangrijkste. Wij hebben niet het gevoel dat we het schip wel nu ineens een totaal andere koers moeten geven. Dank u wel, meneer Noten. En dan gaan we verder met het opinierende gedeelte. En wie mag ik? Meneer Koetsier, CDA. Ja, dank u, voorzitter. Allereerst bedankt voor de informatie. En wij willen graag als CDA-fractie een compliment geven. Informatie is wat ons betreft veelomvattend en biedt ook vanuit allerlei perspectieven een aanvullend en nieuw beeld van ontwikkelingen die van invloed zijn op onze gemeente. Er staat ook enorm veel informatie in, die wat ons betreft nog lastig is om te duiden, omdat effecten nog lang niet bekend zijn. En toch is het inderdaad belangrijk om deze informatie onder de ogen te krijgen, zodat het straks mederichting kan geven aan de ontwikkelingen in onze gemeente. Lokale identiteit is de basis wat ons betreft en is cruciaal. De drietrapsraket die verderop in het stuk genoemd wordt, kies een scherp profiel, koester authenticiteit en verras, die onderschrijven wij volledig. Wij zijn het eens met inhoudelijke besprekingen en het vaststellen straks in de nieuwe raad. Toch wil ik nu alvast een viertal opmerkingen meegeven die wellicht op de route een rol kunnen spelen. En dat is het eerste punt. Bij de twee centrale vragen voor de analyse mist de CDA de inbreng van de inwoners. Wellicht is deze analyse ook niet zo bedoeld door het college. Maar bij een analyse die mede richting geeft aan de nieuwe visie en missie is het antwoord op de vraag, heeft bij uitstek Dalsen ook beantwoord aan de verwachtingen van inwoners en bedrijven, een relevante vraag wat ons betreft. Dus kort gezegd, ga in gesprek. Tweede, belangrijk is om te realiseren dat de gemeente Dalsen niet alleen als eenheid gezien kan worden. De kernen binnen de gemeente zijn onderscheidend van elkaar. En de genoemde diversiteit tussen de kernen is ook een belangrijk verworven goed, wat ons betreft. Derde punt is,
In het rapport staan tal van ontwikkelingen genoemd die van invloed zijn op de gemeente. En dat is goed. En toch lijken soms ontwikkelingen ons te overkomen. Neem nu de vliegroutes boven de gemeente. En dergelijke nieuwe ontwikkelingen kunnen opeens de totale missie en visie in een ander daglicht zetten. We willen dan ook het college meegeven om na te denken over de vraag van hoe kan je die dingen nou voorkomen. Dat is natuurlijk een lastige vraag, dat snap ik. We hebben het binnen de fractie gehad over een soort van waakhondfunctie. Maar het is belangrijk om te realiseren dat hoe volledig je ook bent, dat er dingen je kunnen overkomen. En daar ook zeker bij stilstaan hoe je er dan mee omgaat. En als vierde punt, dat gaat over de bestuurstijl. Van bescheiden naar een zelfbewust, die herkennen wij zeker. Vinden wij ook positief. Maar het brengt ook wat de CDA-fractie betreft verantwoordelijkheid met zich mee. Zo is het bij een zelfbewuste bestuurstijl, het stimuleren van burgerparticipatie wat ons betreft cruciaal en noodzakelijk. En ook de samenwerking, de rollen van college en gemeenteraad is goed om dan tegen het licht te houden wat ons betreft. Kortom, voorzitter, wat ons betreft ligt hier een goede en gedegen basis voor verdere uitwerking. En we wensen u daarbij veel succes. Dank u. Dank u wel, meneer Kortsier. Meneer Wildvang, Partij van Arbeid. Ja, dank u wel. De notitie is wat mij betreft prima van opzet. Het is goed dat de oude raad zich nog even over de analyse van dit proces buigt. En dat de nieuwe raad straks de aangepaste visie invult en vaststelt. Prima. Een paar kanttekeningen maak ik er wel bij, maar over het geheel genomen positief. Nou, u geeft aan dat het college geen grote aanpassingen voorziet, geen grote koerswijzigingen voor het schip, van harte mee eens. En dat betekent dus dat we het hebben over aanscherpen en actualiseren. De trends die u signaleert zijn duidelijk verwoord ook. Je doemt wel een wat dilemma op, want zijn dit nou echt de trends? Ze zijn nu redelijk objectiveerbaar vastgesteld, maar zetten ze zich ook door? Het lijkt me wijs dat voordat de nieuwe raad, want dan zijn we inmiddels ook alweer bijna 2 jaar verder, voordat de nieuwe raad het proces ingaat, lijkt het wijs om op nog even een slag dieper te gaan kijken of dit nou echt de gesignaleerde trends zijn waar we rekening mee willen houden. En het vergt natuurlijk ook een lokale vertaling, daar schrijft u zelf ook al het een en ander over, want de ontwikkelingen in de wereld, in Europa en Nederland, hebben ook een weerslag in Dalfsen. Bijvoorbeeld als we het hebben over de ontwikkeling met betrekking tot de migratie. Wat betekent dat dan voor Dalfsen? Wat zijn daar dan de scenario's? Daar moet je echt een vertaling maken, anders blijft het een wat academische discussie. Maar nogmaals, u schrijft daar het een en ander over en dat is wat ons betreft voldoende. En natuurlijk een gedegen participatietraject. Ook dat stipt u aan. Dat alleen al is een uitdaging op zichzelf. En dat is ook wel een beetje een zorgpuntje. Omdat u bijvoorbeeld het participatietraject rondom de Jachtlusterallee als een soort best practice naar voren schuift. Daar valt wat ons betreft wel wat op af te dingen. En het traject rondom de centrumvisie zou u mij gelijk mee hebben. Maar de Jachtlusterallee vind ik echt wel wat minder van kwaliteit. Dus om dat nou als voorbeeld hier neer te zetten, weet ik niet helemaal zeker of dat verstandig is. En wat daar ook van zij, een gedegen participatietraject is van het allergrootste belang. Voor het overige, graag eens met de notitie zoals die voor ligt. En ik wens het college daar ook heel veel wijsheid en sterkte mee. Dank u wel, meneer Wildvang. Meneer Rooijakkers, D66. Dank u wel, voorzitter. We vinden het prima proces. We vinden het ook goed om nieuwe raad nieuwe visies te laten opstellen. Maar de gemeenteraadsverkiezingen zijn al in maart 2018. Dus ik zou juist suggereren misschien om in het derde kwartaal die startnotitie te doen, zodat je in het vierde kwartaal over de programmabegroting kunt hebben. Want in mijn ervaring is het lastig om dat allemaal in één kwartaal te plannen. Dus ik doe dat wel. Ik ben het ook eens met het uitgangspunt kiezen, koesteren en verrassen. En dat verrassen zou je dan ook nog een keer kunnen vertalen in flexibel blijven. Ik denk dat dat daarmee bedoeld is. En dan kom ik weer terug op de opmerking van de heer Koetsier. Onverwachte dingen kun je niet plannen. En dat is ook heel moeilijk om daar iets van te zeggen. In de managementliteratuur heet dat de zwarte zwanen. Die toevallig een keer op
op borrelen. En het enige wat je daar tegen zou kunnen doen is voortdurend in scenario's denken en flexibel blijven. En altijd toch rekening houden met het feit dat je op onverwachte dingen moet reageren. En wat dat betreft staat Dalfsen er goed voor, want om dat soort dingen te kunnen doen heb je ook geld nodig meestal. En wij hebben een gezonde financiële staat. Dus dat geeft hoop voor ook reageren op onverwachte dingen. Over dit soort stukken denk ik dat je het niet zo gauw oneens bent. Er staan heel veel verstandige dingen in. Ik denk dat de proof of the pudding is wanneer je straks moet beslissen welke acties je gaat doen en welke effect je wil bereiken in de maatschappij. En daar wens ik de nieuwe raad ook heel veel sterkte mee. Dank u wel, meneer Rooijakkers. Meneer Veldhuis, VVD. Dank u, voorzitter. Ja, ook onze dank voor de analyse zoals die hiervoor ligt. Het is een duidelijk leesbaar stuk. We hebben eigenlijk ook, ja, de meeste dingen zijn al gezegd. De koers hoeft wat ons betreft ook niet aangepast te worden. We missen één ding in de trends, of tenminste die zijn nog niet heel erg duidelijk naar boven komen. En dat is de trend dat we als maatschappij te maken krijgen met nieuwe inwoners en dan bedoelen we hier ook de statushouders. Voor ons is een goede integratie van deze groep van groot belang. En een taak die niet alleen bij de gemeente ligt, maar ook bij de bewoners, de autochtone inwoners van Dalfsen en verenigingen en bedrijven. Voor de rest zijn we het ook eens met de opmerking die net ook gemaakt is. Het is goed, denk ik, om de trends te actualiseren straks bij voor de nieuwe raad. Dus tot zover, dank. Dank u wel, meneer Veldhuis. Meneer Nijkamp, ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. Hartelijk dank voor deze uitgebreide en informatieve notitie. Mooi stuk werk. Er staan meer beschouwingen en ontwikkelingen vermeld dan dat we van tevoren hadden verwacht. Dus er is grondig huiswerk gedaan, zou je kunnen zeggen. Geeft een mooi beeld van toekomstige mogelijkheden en mogelijke oriëntaties. Voldoende aangrijpingspunten voor bezinning, zouden we zeggen. In ieder geval nuttig en wat ons betreft ook noodzakelijk om in dat kader ook die missie en visie te actualiseren. De ontwikkelingen zijn ruim, althans in aantal, en ook ruim beschreven. En mogelijk dat er zijn de tijd over een anderhalf jaar dat er toch wel wat prioriteiten door middel van lokale vertalingen moeten worden aangebracht, zodat enige focus wel mogelijk is. In het algemeen pleiten we voor wendbaarheid. Dat geldt misschien minder voor de missie en visie, maar wel voor de onderdelen om dat vervolgens ingevuld te krijgen. Een missie en visie heeft ook wel iets van een constante factor in zich. En het is ook wel mooi te merken dat eigenlijk alle fracties en ook het college van mening is dat de hoofdlijn, de centrale visie die we nu hebben, dat die eigenlijk ook helemaal niet zo verkeerd is. Maar aanscherpingen, bijstellingen vanwege allerlei ontwikkelingen zijn wel aan de orde. Een goede manier om straks de nieuwe raad volop in de positie te zetten, dus akkoord. We zitten nog wel even met het vervolgproces. Er wordt gesproken over een startnotitie die het college gaat vaststellen. Doe ik toch even een klein voorschotje op het volgende agendapunt. Een startnotitie lijkt erop alsof dat door het college wordt gedaan. Nou, als er nou één onderwerp is waar de raad echt ook volop participeert, misschien wel bovenaan de ladder staat, dan is het dit onderwerp van missie en visie. Dus wij zouden ervoor pleiten om ook het wanneer en het hoe ook absoluut met de raad te delen en daar ook wel met elkaar besluitvormend over te spreken. Want ook de rol van de raad, ook de wijze van participatie is rechtvaardig meer dan alleen daar eens opinierend over te spreken. Dus wat ons betreft is dat een aanpassing die we graag zouden zien in dit stuk. Tenslotte, ook een relatie met een ander onderwerp. Dat ging over huisstijl en logo en dat soort dingen. Missie en visie is in dat kader wel even een onderwerp wat je denk ik eerst moet afwachten voordat je daaraan gaat sleutelen. Dat gezegd hebbende zou ik uitkomen op één aanpassing. Dank u wel. Dank u wel, meneer Nijkamp. Meneer Ramaker, gemeentebelangen. Voorzitter, dank u wel. Nou, we vonden een prima stuk, positief, waarvoor onze dank. We vinden als GB nog steeds dat bij uitstek Dalfsen nog steeds een prima klinkende missie en visie is. Het is het kompas van het raadsdocument 2014-2018. Heeft goed gewerkt, ons inziens. Natuurlijk kun je er alles van vinden. Zoals het stuk aangeeft, het is geen afvinklijst.
En je kunt er wel uren over spreken. Maar ja, er werd genoemd vanavond flexibiliteit en inspelen op hot items. Nou, dat is heel goed, denk ik, met de veranderende wereld om ons heen. Volgend jaar loopt de duur van het raadsdocument pas af. En we vinden het dan ook aan de nieuwe raad om met nieuwe ideeën en aanvullingen te komen. En ja, wij wensen tot nu toe het college met deze missie en visie bij uitstek als een succes tot aan volgend jaar de nieuwe verkiezingen. Dank u wel, meneer Raamaker. Ik heb heel veel complimenten gehoord over het stuk. Ik heb eigenlijk nog twee opmerkingen waar misschien nog een reactie van de wethouder of van de heer Notenkan, dat hij de statushouders mist als trend. Al zal die toen niet in de vorige missie en visie als dusdanig beschreven staan. En van de heer Nijkamp de stadnotitie wanneer en hoe delen met de raad. Kunt u daar nog iets over zeggen? Ja. Ja, ik kan nog een paar andere opmerkingen die ik goed gehoord heb, wil ik wel iets over zeggen nog, voorzitter, als u het goed vindt. Ja, nieuwe Nederlanders in meer bredere zin. Dat is een vraagstuk wat in ieder geval de komende jaren bij ons op de agenda blijft staan. We moeten over een jaar, anderhalf jaar maar even kijken, want dat is ook een vraag die een aantal mensen hebben gesteld, hoe actueel die dan op dat moment is en hoe manifest die ook is, hoe betekenisvol. Ik ben het met iedereen mee eens dat je over anderhalf jaar opnieuw even moet kijken of je de goede trends hebt te pakken. Voor alle duidelijkheid, er zijn ook door een aantal van u is ook gezegd dat je misschien nog een keer moet kiezen uit die trends. Niet al die trends zijn lokaal even relevant. Een heleboel mondiale trends zouden wel eens een keer maar een hele beperkte impact kunnen hebben op het leven in onze prachtige gemeente. Dus die weging moet opnieuw, die moet nog gemaakt gaan worden, laat ik het zo zeggen. Dus of je het dan een update moet noemen, dat weet ik niet, maar wel een nadere concretisering van die analyse op het moment dat je begint aan de ontwikkeling van je nieuwe missie en visie. Dank iedereen die zijn compliment heeft naar voren gebracht. Volgens mij heb ik al bij de eerste ronde de heer Nijkamp gezegd dat juist enige flexibiliteit bij je missie en visie, dat een voorwaarde is. Ik heb dat de heer Koetsier horen zeggen, maar ook anderen. Je moet relevante ontwikkelingen blijven kunnen toevoegen. Of je dat een waakhond moet noemen, weet ik niet. Ik denk dat we ook gewoon met ons eigen gezonde verstand op een bepaald moment eens een keer dingen in die zin naar voren kunnen brengen. Maar niet alle ontwikkelingen kunnen we sturen. We kunnen wel goed nadenken over hoe we met ontwikkelingen omgaan. Maar sommige ontwikkelingen zijn echt groter dan wij zijn. En niet één of twee maatjes, maar vele maatjes groter. Maar wat goed is om ons te realiseren, is dat duurzaamheid en participatie in missie en visie niet voorkwamen. En ik hoor alleen maar praten over participatie, ook in deze ronde weer. Waarschijnlijk is er toch iets gebeurd in de verschuiving van opvatting en waarde binnen ons politieke handelen en denken, waar we het bij de totstandkoming van die vorige missie en visie niet over hebben gehad. Alhoewel de wijze waarop het tot stand gekomen is weer een heel mooi voorbeeld is geweest van participatie. Want daar is echt een hele brede discussie gevoerd onder de Dalse bevolking. En zo zie je maar dat participatie toen niet belangrijk was, maar we deden het wel. En nu is participatie wel belangrijk en we doen het nog steeds, laten we het zo maar zeggen dan. En dan de opmerking van de heer Nijkamp over de vraag, moet je nou niet de startnotitie ook laten vaststellen? Nou, ten eerste lijkt me dat iets waar de nieuwe raad over gaat dan, te zijn op tijd, want daar zullen we dan ook de startnotitie mee moeten bespreken. Maar ik zelf hou er toch wel heel erg van om even vast te houden aan wat volgens mij de normale rolverdeling is tussen een raad en een college. Het college is verantwoordelijk voor alle beleidsvoorbereidende stukken. En bij een belangrijk onderwerp als dit is het wel zo dat je met de raad spreekt, uiteraard, over de vraag of die zich kan herkennen. En dat doen we wel vaker als het gaat om een startnotitie. Ja, om dan de startnotitie ook weer vast te laten stellen, ja, waarom zou je dan ook niet de uitvoeringsnotitie laten vaststellen? Waarom zou je dan ook niet? Ja, dan heb je altijd wel weer redenen om erin te schrijven. En u mag ervan uitgaan, denk ik, dat als wij een startnotitie met u bespreken, en dat lijkt me in dit geval wel aan de orde, en we met u bespreken, en u komt dan met belangrijke suggesties, dat we die gaan zullen overnemen. Want daarom bespreek je hem ook. Maar vaststellen, ja, dan gaat u dus echt
de beleidsvormen voorbereiden, een proces overnemen. Ja, ik zou daar niet voor zijn, laat ik het zo zeggen. Maar goed, het onderwerp komt ook dadelijk weer aan de orde, voorzitter. Dus op dat punt doe ik geen toezegging. Dank u wel. Meneer Noten, meneer Nijkamp wilt nog even reageren. Ja, even los van of het een oude of een nieuwe raad is, ik vind het niet zo boeiend. We spreken hier als raad, dus voel me vrij om daar ook uitspraak over te doen. Het gaat wat mij betreft over de vraag van het hoe en het wanneer. Want dat zijn blijkbaar specifieke onderwerpen die in de startnotitie staan. Alleen voor dit onderwerp is dat wel iets waar volgens mij de raad zelf ook een mening over heeft. En zeker ook het hoe. Dan raken we volop het onderwerp wat u net zelf ook aanhaalde. Bijvoorbeeld participatie. Wie betrekken we op welk moment en welke situatie erbij? Nou, dat lijkt me wel voor het ontwikkelen, het actualiseren van een missie en visie een belangrijk onderwerp. Dus waarom niet dat ook binnen de raad vaststellen? Maar dan wordt de raad verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding. Je kunt de verantwoordelijkheid niet... Maar dan wordt de raad verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding. Je kunt namelijk dat niet van elkaar scheiden. Op het moment dat je de besluiten neemt, ben je ook verantwoordelijk voor dat besluit. En daarom is de raad ook verantwoordelijk voor de kaders die ze stelt. Op het moment dat de raad verantwoordelijk wordt voor de beleidsvoorbereiding, door de startnotitie vast te stellen, ik pak hem gewoon heel formeel. Dan zou het dus zo kunnen zijn. Nou ja, dan komt u echt in een andere rol. Dus ik ben daar in principe niet voor, laat ik het zo zeggen. Uiteindelijk stelt de raad altijd alles vast waar ze zin in heeft om vast te stellen. Ik zou daar echt goed over nadenken of de raad in die positie wil komen dat ze startnotities gaat vaststellen. Dat zou ik niet doen. Het gaat mij niet zozeer om het mechanisme of het document startnotitie aan zich, maar wel om de twee elementen die daarin zitten, het wanneer. Nou, blijkbaar verschillen we daar in ieder geval al niet over van mening, dus dat gaat goed. Maar het hoe, dat raakt bij het ontwikkelen van een missie en visie, of de aanpassing daarvan, raakt denk ik toch wel vrij fors, zeg maar ook waar de raad uiteindelijk over gaat. Missie en visie is ook bij uitstek een raadsdocument. Dus in die zin zou ik toch willen pleiten om juist dat onderwerp ook echt als een voorstel richting de raad te brengen. En daarmee pleit ik absoluut niet dat de raad die taak gaat overnemen. Integendeel, we hebben al vaker natuurlijk voorbereidende activiteiten vanuit het college, gelukkig wel. Maar dit vind ik er dan wel een van denk van nou, waarom zouden we die niet bij de raad neerleggen? Het heeft de nodige verworvenheid met het volgende agendapunt. Maar op het moment dat het college, ja, ik hoef niet op een stoel van het college te gaan zitten, maar we zijn het hierin met elkaar eigenlijk niet eens. Maar dan zullen we, zodra dit aan de orde komt, en dat zal dan in een nieuwe raad komen, zal men op dat moment de stukken of de weg moeten bewandelen die men wil. Ik denk dat het op dit moment zo is en dat we het zo af moeten katen. En deze discussie, het is goed dat er discussie is, maar ik heb ook veel complimenten gehoord over het stuk zoals hij voor ligt, hoe we met de oude missie en visie zijn omgegaan. Er zijn nog wat aandachtspunten gegeven van inbreng van de bewoners, de burgerparticipaties, de nieuwe ontwikkelingen. Dalsen is een eenheid, de gemeente Dalsen, maar er zijn wel verschillende kernen. Dat gezegd hebbende, dan wil ik toch dit agendapunt afsluiten. En op weg naar een nieuwe visie, missie en visie met de nieuwe raad. Dan gaan we verder met, en dan zal misschien dit stuk wel weer aan de orde komen, met agenda punt 8, beleidsproces in Dalsen. Verantwoordelijke wethouder bestuurder, de heer Noten, opinierend. Bij nabespreking van een raadscommissie heeft het college geconcludeerd dat het niet voldoende helder is wat er wordt verstaan onder de verschillende soorten nota's in het beleidsproces, waaronder startnotitie, kadernota, beleidsplan.
Daarom is nu een notitie met nieuwe werkwijze ontwikkeld waarin dit nog eens verkend wordt. Van de Raadscommissie wordt gevraagd aan te geven of deze werkwijze ook aansluit bij de behoeften van commissie en raad. Behandeling in twee ronden. Informerend, opinierend en wie mag ik in de informerende ronde het woord geven? Meneer Veldhuis, zullen we daar eens... Nee? Geen vragen. Niemand? Meneer Nijkamp? Eén vraag. Is er gedacht misschien aan het verbinden van dit beleidsproces aan de planning- en controlecyclus en de bijbehorende documenten? Nog meer vragen? Nee? Meneer Noten. U zag mij peinzend kijken bij de vraag van de heer Nijkamp. Waaruit u kunt afleiden dat daar niet aan gedacht is. Dus ik begon er nu ineens aan te denken. Nee, daar hebben we niet aan gedacht. Omdat... Ik heb ook niet onmiddellijk een antwoord, meneer Nijkamp. Ik moet hier nog even goed over nadenken. Maar we zijn er wel van uitgegaan dat je... dit op zichzelf los kunt zien van die cyclus. Maar als het gaat om het vrijmaken van middelen, dan is die verbinding met die cyclus natuurlijk wel. Want uiteindelijk leiden de meeste uitvoeringsplannen ook tot het uitgeven van geld. Nou, ik moet er gewoon echt over nadenken. Ik weet het even niet. Bij sommigen kan ik, zie ik het niet direct. Maar bij een... Ja. Bij een duurzaamheid gaat het echt om heel veel middelen en bij andere zaken ook. Ik moet er echt over nadenken, ik weet het gewoon niet. Het is niet over nagedacht en misschien is dat, misschien hadden we dat wel moeten doen, maar we gaan er alsnog over nadenken. Duidelijk antwoord. Ja, in ieder geval dat u erover gaat nadenken en dat u er op de een of andere manier nog even op terugkomt. Komt u hier nog op terug, meneer Noten? Nee, ik ga er eerst eens even over nadenken. Ik ga met mijn collega's erover praten. En natuurlijk kom ik erop terug. Via adres, briefje, schriftelijk, altijd. Hoe dan ook. Oké, dan is het duidelijk. Opinierend. Meneer Veldhuis. Dank u, voorzitter. Ja, als raadsnieuwbie was het voor mij natuurlijk een openbaring wat ik hier voor mij kreeg. Dus dat was een goed overzicht om eens te zien van hoe al die stukken nou zich tot elkaar verhouden. Dank hiervoor. Het geeft goed weer wat we allemaal op ons afkrijgen als raad. En dat geeft licht in de duisternis voor ons. Wat voor mij nog niet altijd even helder is, en ik weet niet of daar iets aan te doen is, is... welk onderwerp waarbij hoort. Je ziet soms kleinere onderwerpen de raad binnenkomen die weer ergens aan vasthangen. Ik noem als voorbeeld de behandeling van de duurzaamheid bij de spil. Dat is een keer apart behandeld. Hoort dat nou bij de spil of hoort dat dan bij duurzaamheid? Dat is nog wel eentje die nog wel vrij helder is. Maar zo zijn er nog wel meer onderwerpen die soms langskomen van, ja, is daar een bepaalde... stroming in te herkennen, zeg maar, om dat te herkennen. Voor de rest heb ik geen... dank voor het stuk. Dat is voor ons wat dat betreft helder. Dank u wel, meneer Veldhuis. Meneer Rooijakkers. Dank u wel, voorzitter. In onze ogen is het een goed en logisch proces wat neer wordt gezet. Bevoegdheden tussen raad en college goed geregeld. Er is één suggestie die ik heb. Het wordt als een beleidsproces wordt als een lineair proces weergegeven. En je zou het denk ik als een soort beleidscyclus moeten zien. Waardoor je toch weer terugkomt op een evaluatie en een nieuwe start kunt maken. Zoals in alle voortdurende veranderende processen, verbetering enzovoorts. Zeg maar dat een rapportage weer leidt tot misschien een nieuwe kadernota of misschien bijstelling van beleid of dat soort dingen. Dat je een cirkel hebt zoals ook... in andere stukken wel wordt gebruikt. Dus dat was een suggestie, omdat is, in de omgevingswet bijvoorbeeld is, wordt het ook toegepast. Dus een suggestie om dat eens te bestuderen. Dat was het. Dank u wel, meneer Rooijakkers. Meneer Wildvang, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel. Ook wij zijn blij met het stuk. Het verheldert op een aantal punten. Er is één aspect waar ik wat tegen heb, waar ik wat op geaarzeld heb... En dat zit een beetje in dezelfde sfeer als dat puntje van die stadnotitie waar meneer Nijkamp net opkwam.
Maar die zat voor mij aan de andere kant bij het uitvoeringsplan. Want als je goed om je heen kijkt, dan zie je dat er, als er al iets misgaat in gemeenteland of in het land als zodanig, dan gaat het echt niet mis op de beleidskant of op de kaderkant. Dan gaat er iets mis op de uitvoering. Daar doen zich de incidenten voor. En daar heeft de Raad dan een opinierend stuk straks voor zich. Is dat dan voldoende? Was even mijn vraag aan mezelf. Is dat dan voldoende? Nou, als je dan even goed kijkt wat er over geschreven wordt, dan kan je zeggen, oké, er kan nog instemming gevraagd worden. Dat is misschien soms ook wel verstandig om te doen. Maar mijn uiteindelijke conclusie is geworden van, zoals het er nu staat, kan ik er goed mee leven. En ik zal me, of ik maak de opmerking dat ik wel vind dat juist in die uitvoering, we wel als raad ook alert moeten zijn van, wat doen we daar nou? Niet dat het college gaat dat goed doen, daar ben ik van overtuigd. Maar ook wij zullen alert moeten zijn van, wat gebeurt daar nou? Voor het over helemaal akkoord met het stuk. Dank u wel, meneer Wilsvank. Mevrouw Rameman, CDA. Dank u wel, voorzitter. Ik sluit me aan bij de vorige sprekers. Wij vinden het ook een mooi stuk. Hadden we eerder moeten hebben, hebben wij in de fractie gezegd. Dus de opsteller bedankt. En ik heb verder geen aanvullingen. Dank u wel, mevrouw Rameman. Meneer Raamaker, gemeentebelangen. Voorzitter. Nou, wij vinden het ook een prima compact stuk, waarvoor onze dank. We hebben er kennis van genomen en het is een goed en mooi opfrissend verhaal weer. Van hoe zit het ook alweer? Nou, de VVD gaf het ook al aan. Op bladzijde 6 wordt het beleidsproces goed weergegeven. Het is een mooi onderlegger voor het beleidsproces in Dals en voor ons als raad. En een mooi geheugensteunje. Alleen, ik heb één opmerking en die kwam bij ons uit de fractie van de inwerkprogramma's zeg maar, van de raad. Nou, als raad totaal hebben we dat prima gehad. Maar misschien een tip richting onze griffie, maar ook richting college, wanneer de tussentijd mensen instappen, dat die dan toch ook nog een inwerkprogramma krijgen. En dat, had mevrouw Kappert in ieder geval bij ons gemist. Maar het is denk ik wel belangrijk om zeg maar tussentijdse mensen, want ja, volgende week met CDA schuift ook weer iemand aan, dat we die individueel misschien kunnen meenemen. En ik hoop dat de griffie dat kan beantwoorden. Maar verder, akkoord met het stuk. Dank u wel, meneer Raamaker. Meneer Nijkamp, ChristenUnie. Voorzitter, we vinden het een zeer nuttig stuk in duidelijkheid in terminologie, die in ieder geval ook het besluitvormingsproces in de Raad samen met het college ten goede kan komen. Wat ons betreft is dit niet in beton gegoten. We hadden net al een voorbeeldje dat er misschien af en toe net iets anders tegenaan kan kijken, zowel aan de voor- als aan de achterkant. Maar als leidraad voor de samenwerking, uitstekend. We zouden toch die PNC-cyclus op enig moment ook wel graag willen verbinden. Daar had de griffier een suggestie voor inhoudelijk gegeven. En misschien kan hij dat inbrengen in het vervolg van dit traject. En zeker een punt voor het inwerkprogramma voor raadsleden, nieuwe raadsleden. Dus met dank. Dank u wel, meneer Nijkamp. Wilt u hier nog op reageren, meneer Noten? Ja, zeker. Misschien om de heer Veldhuis, maar ook anderen gerust te stellen. Niet elk onderwerp verdient deze hele cyclus. Laten we dat ook even met elkaar afspreken. Dus soms heb je ook gewoon een concreet voorstel en dat gaan we gewoon behandelen en nemen we daar een besluit over. Maar sommige zaken zijn beleidsmatig zo dominant over een langere periode dat ze die cyclus wel degelijk verdienen. En daarmee heb ik al iets gezegd, want dat betekent dat het vaak gaat om beleidsplannen waar je op afkoerst met een looptijd van 4 of 5 jaar. Daarmee zijn we ook, denk ik, ik hoop dat ik daarmee ook de heer Royakkers enigszins gerust kan stellen. Want die beleidsplannen moeten na 4, 5 jaar opnieuw vernieuwd worden. Dat moet hoe dan ook. Dus in die zin is het natuurlijk voor de belangrijke beleidsonderwerpen is het geen lineair proces, mag het ook niet zijn. En de heer Nijkamp, het is zeker niet in beton gegoten, want als u uiteindelijk als raad iets niet wilt, dan wilt u dat gewoon niet. Of als u een motie wilt indienen, omdat u iets wel wilt, of als u een onderwerp wilt agenderen, dan kunt u dat gewoon. En we luisteren en we praten ook gewoon met elkaar. Maar het helpt ons wel, denk ik, en dat vind ik belangrijk om dat als uitgangspunt te houden. Het helpt ons wel om verwachtingen over en weer helder te hebben. En om rollen over en weer helder te hebben. En die levert het onze bijdrage. En natuurlijk niet in beton.
En ik vond het ook grappig, meneer Wildvang, dat u begon over dat uitvoeringsplan. Want dan krijgen we de startnotitie en dan het uitvoeringsplan. En ja, dan zou je ook kunnen zeggen, en waarom doe je dan niet ook gewoon de evaluatie? En dan is het gewoon allemaal. Maar ja, die spanning zullen we altijd wel houden. Ik zou u willen meegeven, ik ben het met u eens dat juist in de uitvoering vaak spanning naar boven komt. Hè, conflicten naar boven komen. De jachtlustige allee is natuurlijk een geweldig voorbeeld van, evenals de rechter in Zijndijk, waarbij je zou kunnen zeggen dat de participatie met burgers voortreffelijk was, maar dat heeft ons niet geholpen met het voorkomen van conflicten nadat de besluitvorming in een concretere fase terecht kwam. En dat is natuurlijk altijd zo. Dus als die besluitvorming in een concretere fase terecht komt, dan wordt het vaak heel erg spannend. Blijf ik er nog voor om de verantwoordelijkheid bij het college te laten, maar u heeft volkomen gelijk als u zegt dat u ook in die uitvoeringsfase de kritische functie van, laat ik het zomaar zeggen, toezichthouder van het college moet blijven vervullen. Dat is zo. Daar ben ik het volstrekt mee eens. Maar u bent dan de toezichthouder. En ook de toezichthouder, zoals u weet, kan heel naar zijn en heel lastig voor een uitvoeringsorgaan. Nou, dit voorkomen bewust van. Voorzitter, dat waren de dingen die ik wilde zeggen. Dank u wel. Voor deze aanvulling. Er zijn veel complimenten afgegeven op dit stuk. Ik heb van de Griffie begrepen, meneer Raamaker, dat hij heel instemmend knikte voor uw suggestie. En mevrouw Rameman, u zei een mooi stuk en jammer dat het laat is. Ik wil deze discussie dan ook afsluiten met te zeggen, een mooi stuk is altijd laat. Daarmee is dit agendapunt afgesloten en gaan we verder met agendapunt 9 van de agenda. Vaststelling besluitenlijst, de data 3 april. Heeft iemand daar opmerkingen over? 10 april? Nee. Daarmee sluit ik deze vergadering, agendapunt 10, om bijna 10:30. Toch nog een dikke uur beter als vorige keer.